nee, is dat die geest aan de deur? Oh nee, wat is dat daar? Ik heb een baan voor! Hey Dennis! Ik moet je iets vertellen. Ik zei toch dat ik niet geloofde in geesten? Ik geloofde in en ik ben eigenlijk heel erg bang. Er leeft een geest vlak onder onze huizen. Je wil niet weten wat hij met je kan doen. Als wij er nu naar binnen gaan, kunnen wij onszelf redden. Maar daarnaast ook het hele dorpje. Je weet niet waar die geest toe in staat is. Ja, maar dadelijk pakt hij jou af. En dan ben ik mijn beste vriend kwijt. Dennis, geloof me, dat gebeurt niet. Je kent me toch? Ja, maar ik ken jou, maar de geest niet. Maar, ik heb een idee. Ik heb een idee. Wat is je idee? Iedereen is wel ergens bang voor. Ik bedoel, wij zijn nu een beetje bang voor geesten. Maar wat nou, al kunnen wij de geest ook bang maken? Oh, ik heb een idee. Wacht. Je bent bang. Wat dan, Dennis? Gele bloemetjes. Dennis, dat gaat toch niet werken voor een geest? Wacht. Ja, ik weet het. Licht. Dennis, ik zat meer te denken aan dit. Dat is toch eng? Wat is eng? Mijn masker. Welk masker? Dit masker. Dennis, dit is gewoon mijn hoofd wat ik nu heb. Oh ja, ik zie het. Sorry, Alex. Ik moet me bang maken. Is mijn masker niet eng genoeg? Hoor je dat ook allemaal daar beneden? Mijn buurman is gewoon nog wakker. Hoezo is hij nog wakker? Weet ik niet. Wil je even kijken? Ja, maar we mogen hem eigenlijk echt niks over de geest vertellen. Nee, maar we moeten wel kijken. En dat is goed om te weten. Hij heeft het Halloweenfeestje georganiseerd. We moeten weten of iedereen weg is. Dat is een hele slim inderdaad, Dennis. Oké, doei meneer Eentje. Meneer Eentje, hier alsjeblieft wat eten. Doei. Oké, naar jouw buurman. Oh, ik kwam Lotte net ook tegen. Lotte zei wel dat ze net van het Halloweenfeestje afkwam. Net dus, was. Maar misschien was ze de laatste. Lotte houdt altijd wel van feestjes, volgens mij. Ja, die Lotte die houdt echt van feestjes, inderdaad. Vooral voor de koekjes en de pannenkoeken, denk ik. En die pannenkoeken zeker, die waren lekkerder. Ik hou niet van pannenkoeken, dus ik heb geen idee. Hallo, Dennis, het is veel te laat om zo te schreeuwen. Je klopt gewoon op Dennis. Dennis en Alex. En Alex, hoi. Wat doen jullie hier? Hey, ik dacht dat jullie gingen slapen. Ik wil even zeggen dat het Halloweenfeest echt superleuk was gisteren. Ja, ik vond het leuk, superleuk. Afgelopen nacht. Alleen, we waren wel moe. Dat snap ik. Zijn jullie nu een beetje uitgerust? Want het is nog midden in de nacht, jongens. Ik weet het is een beetje laat, maar is het Halloweenfeestje nog bezig? Nee, hij is al afgelopen. Iedereen is zich net naar huis gegaan. Oh nee, dan zijn we net te laat. Wat jammer nou. Ach, dan moeten we weer naar huis gaan. Nou, dan ga ik lekker mijn bedje in. Ja, ik ook. Hey, slaap lekker. Doei. Doei. Oké, Dennis, kom je mee naar buiten? We gaan. Oh, dit is het moment. Dit is het moment. Oké, ik neem het niet. Wacht. De buurvrouw was dus nog wakker? Nee, de buurvrouw is net gaan slapen, volgens mij. Oké, langzaam er langs heen, oké. Ze staat daar. Hoezo is zij nog wakker? Ik dacht dat zij naar bed ging. Ja, je kent haar. Raar vrouwtje is dat. Ja, dat is zeker waar. Super aardig, maar wel een beetje gek af en toe. Ja, dat is ook wel feestbeest dat. Oh, er ligt ook allemaal troep op de grond. Kijk wat een rotzooitjes ervan hebben gemaakt gisteren. Wat is nog taart? Oh, ik heb geen honger. Anders had ik de taart wel meegenomen. Maar Dennis, gaan we dit echt doen? Dat denk ik wel. Ik was wel heel erg benieuwd, maar ook een beetje bang, moet ik heel eerlijk toegeven. Ja, ik volg jou. Hoezo moet ik er altijd voor oplopen? Ja, Alex, alsjeblieft. Je lampje. Dankjewel, Dennis. Dit gaat misschien wel een beetje helpen. Ik doe hem in mijn andere hand. Oké, eens even kijken. Oh, het is zo donker hier zo. Het lampje werkt helemaal niet goed. Pas op voor dat gat, hè. Dan gaan we hier naar beneden klimmen, Dennis. Het is nu wel echt midden in de nacht. Het spook, de geest, het zit hier waarschijnlijk onder. Jij eerst, Alex. Laten we doen, 3. Alex. Ah, ik hoor een geluid! Ik hoor ook wat. Alex, wat was dat? Wat was dat? Was dat die geest? Wat ze bedoelde? De bankeigenaar? Ik denk het wel. Ik heb een idee, Mama. Oh nee, Dennis, hoezo gooi je een ei naar beneden? Ik wou kijken of er wat gebeurde. Er gebeurt toch niets als je een ei naar beneden gooit? Misschien reageert de geest er wel op, weet jij veel? Nou, blijkbaar niet. Hij zegt helemaal niks. Anders zou hij wel zeggen, dankjewel voor je ei. Ik weet het ook niet. Ik ga naar beneden, oké? Oké, ik ga met je mee. Oké, kom op. Dit is zo ver naar beneden. Wat is er wel eens? Er lag een doodshoofd. Doodshoofd? Oh, mijn ei ligt er nog. Kijk. Maar oké, Dennis, welke kant gaan we op? Gaan we hier? Hier kunnen we niet heen. Hier in het water, het ziet er wel leuk uit, maar nee. Het ziet er eigenlijk helemaal niet leuk uit. Wat zit hier? Wat is dit allemaal? Het is hier vies en koud en... Dennis, kan jij zeggen wat voor bot dit is? Is dit van een mens, van een dier? Ik denk dat iemand kip heeft gegeten of iets. Ja, laten we maar hopen dat iemand kip heeft gegeten.
Alleen ziet dat vlees er niet echt uit als kip, Dennis. En ik zag daarboven een doodshoofd. Maar ook echt een hoofdhoofd van een mens. Ja, echt een hoofd van een mens. Oh, nee. Alex, ik hoor allemaal enge geluiden hier. Ik hoor het ook allemaal. Dennis, moet ween. Gaan we hier naar boven? Ik denk het. Ik weet niet wat de bedoeling is. Shit, er loopt hier ook allemaal water. Ik word helemaal bang hier zo. Er zit daar een spinnenweb. En wat is dit? Dit is iets van hout. Ik weet niet. Wat moeten we hier? Ik weet het niet, Dennis. Maar we gaan hier levend uitkomen. Ik weet het zeker. Wij kunnen dit. Wij hebben zoveel meegemaakt. Ik heb een idee. Volgens mij kunnen we hier naar beneden, lijkt het wel. Je wil hierin? In het smalle hokje daar? Je hebt toch geen claustrofobie? Misschien een beetje, Alex. Nee, dat, kom op. Het moet. We moeten het nieuwe dorpje beschermen. Oké, maar beloof me één ding. We blijven bij elkaar, oké? Oké, is goed, Dennis. Oh, gaan we, Dennis. Oké. Dennis, ik ben aan het kruipen. Wacht erbij. Alex, moet ik naar rechts of naar links? We kunnen hier... Je moet hierheen, Dennis. Je kan toch geen andere kant op? Je kan daar niet eens tussendoor, dat zie je toch? Oh, jij kan daar niet heen. Waarom zijn we hier meerdere gangen? Auw! Hé, kom eens door! Auw, ik krijg je voet in mijn oog. Ja, daar kan ik nog niks aan doen. Kruip dan gewoon door. Nee, je moet gewoon oppassen. Sorry, Dennis. Auw! Auw! Komt helemaal met je vuist in mijn gezicht. Ja, jij met je voet in mijn gezicht. Het is ook niet zo breed hier zo, oké? Welke kant moeten we op? Links of rechts? Ik weet het niet. Er gaat één kant naar links en de ander naar rechts. We kunnen ook opsplitsen en dan weer bij elkaar komen. Houden we elkaar gewoon op de hoogte van waar we zijn, ja? Dan zeggen we gewoon, dan ga ik terug en dan zeg ik van... Dennis, ik heb het gevonden! Of jij zegt, Alex, ik heb het gevonden. Oké? Ja, is goed. Wel hier terugkomen, hier zo. Ja, hier, op dit plekje hier. Hier, weet je wat we doen? Kijk zo. Dan weten we dat we hier moeten zijn. Dat is perfect, Dennis. Doei! Doei! Ik ga deze kant op. Waar moet ik heen? Het is hier een heel groot dorp. Ik ga de hele tijd rondjes hier of iets. Het is hier ook helemaal donker. Verlaten, het is hier koud. Het was niet zo'n slim idee, denk ik, om te gaan opsplitsen. Ik ben hier weer bij het begin. Oké, laten we deze kant... dit loopt dood. Misschien moeten we dan toch deze kant op helemaal hier. Het doet ook gewoon pijn. Ik pas er bijna niet doorheen. Moet ik hierheen? Hallo? Ik ben bij een of andere god hier. Wat is dit? Oh, nee. Nee, wat is dit? Ik kan niet meer terug. Alex, hallo? Ik zit hier vast. Ik kan hier niet meer terug. Kijk, dit gat is te klein. Waar is een klepje? Hallo? Waar ben ik? Het is hier echt heel koud. Wat was dat voor geluid? Ik vind het hier niet fijn. Wat moet ik hier doen? Wat is dit voor grot? Wow, het is hier heel groot. Het ademen gaat ook moeilijk hier. Ik voel het helemaal. Een beetje druk op de borst of iets. We hadden nooit, maar dan ook echt nooit, moeten opsplitsen. Dit is zo dom. Wie doet dat dan ook in een grote grot? Wat is dit? En er staat hier weer een pompoen. Dit is zo eng. En dat bijna op Halloween letterlijk. Wat is dit? Er staat hier dood meneer Eentje, dood Alex of dood jezelf. Nee. Moet ik een keuze maken of iets hier tussen? Nee, ik wil hier weg. Ik kan niet echt zwemmen. Wat moet ik doen? Ik kan hier niet weg. Ik zit hier opgesloten. Want dit is een soort van spel of iets is dit, denk ik. Nee, ik kan niet een keuze maken. Ik moet dus een keuze maken uit deze drie, denk ik. Ik klik gewoon op geen enkele van deze knoppen. Ik wil ten eerste niet meneer Eentje doden. Al helemaal niet mijn beste vriend. En mezelf, dat lijkt me ook niet zo'n slim idee. Ik bedoel... Wie ben jij? Nee, dit is die geest. Kun je me horen? Knik ja als je me kan horen. Ik knik ja. Kan je ook praten? Knik ja of nee? Ik knik nee. Moet ik echt een keuze maken hieruit? Dat meen je niet. Knik hard als het een ja is. En anders? Wat gebeurt anders? Ik bedoel... Hij is weg. Wat gebeurt hier allemaal? Ik wil meneer Eentje niet vermoorden. En al helemaal niet mijn beste vriend Alex. En mezelf. Dat zou ik nooit willen doen. Oké, er zit maar één optie op. Het kan niet anders. Het spijt me, maar ik moet wel. Ik denk dat jullie het wel zien aankomen welke keuze ik ga maken. Het is niet anders. En ik hoop dat ik jullie niet teleurstel hierbij. Oké, dan gaan we. Mezelf. Oh! Wat gebeurt er? Ik krijg een briefje. Verdrink.
ik het water hier langs. Denk je dat ze bedoelen dat ik mezelf moet laten verdrinken hier? Ik moet wel, denk ik, anders gaan ze meneer Eentje vermoorden of meneer Alex. Terwijl, mijn beste vriend Alex, dat wil ik echt niet. Dit is het dan, denk ik. Ik heb geen keus anders. Ik kon ten eerste al niet zwemmen. Ik weet het niet. Misschien, ik weet ook niet waar het heen gaat. Misschien kunnen we het uitzwemmen. Oké, laten we het water ingaan. Oh, het is mega koud. Oké, daar gaan we. Oh, ik kan hier gewoon ademen onderweg. Oké, laten we hier opstaan. Au. Oké, zwemmen. Oké, ademen. Oké, we moeten heen. Het is hier helemaal naar beneden. Er stond letterlijk dat ik mezelf moest laten verdrinken. Au. Oh, dit gaat niet goed. Ik moet eten. Oh, help. Ik zit vast in de bodem. Oh, nee. Ik val flauw. Ik krijg geen lucht meer. Wat is er gebeurd? Dennis, kom naar boven. Wat is er gebeurd met jou? Zwemmen. Alex. Wat is dit, Dennis? Ik viel ineens helemaal naar beneden. Nu ben ik hier mee. Alex, ik ben zo blij met al je zien. Alex, je gaat nooit wat ik net moest doen. Dan. Ik was verdronken. Hoe heb je me gered? Je was verdronken? Je stond hier. Je lag helemaal buiten adem hier zo. Alex, ik dacht dat ik je niet meer ging zien. Luister, weet je wat er gebeurde? Ik kom erop. Ik kwam in een grot en we zouden weer teruggaan en daar bij elkaar terechtkomen. Maar ik kon niet meer terug, want het gat was te groot. Of nou ja, het is te klein voor mij. Ik kwam daar in een of andere grote grot en daar kwam ik de geest tegen. Jij ook al? Ja, en nog iets anders. Ik had een bord met 3 keuzes. Dood meneer Eentje, dood Alex of dood jezelf. En toen had ik mezelf gekozen en toen kreeg ik dit. Toen kreeg je wat? Wat is dit? Verdrink in het water hier langs. En toen moest ik helemaal zwemmen en toen kreeg ik geen lucht meer. Toen ging ik nog... Je moet jezelf doodmaken! Ja, nu ben ik hier. Maar ik heb het overleefd. Jij hebt het overleefd. Hoe gaat het dan met meneer Eentje? Alex? Ja? Alex, kijk daar! Dat is hem! Wat is dat, Dennis? Dat is die geest! Wat doet hij hier? Waar staat hij? Ik heb een idee! Ik heb nog nooit een grot gezien! Heb jij die bel nog? Ja, ik heb de bel. Ik hou het bij me. Hij is weg! Hij is verdwenen! Waar is die? Alex? Ik weet het niet, maar... Dennis. Zie jij dat daar in het midden? Waar die net stond? Precies in het midden. Alex, daar ligt die ster. Dat is de ster waar Kevin het over had. Oké, waar wachten we nog op? Kom snel. Ja, maar hoe dan, Dennis? Alex, ik zie hier allemaal blokken. Ik denk dat we moeten parcouren of iets. Kan jij parcouren? Ik ben er niet zo goed in. Ja, maar je weet toch wel dat als je in de lava valt, je beentjes verbranden en het dan nooit meer goed komt? Ja, dat is een probleem. Wie gaat er voorop? Ik ga wel voorop, oké? Echt waar? Oké, Dennis. Oké. Dat is goed, kom op Dennis, kom op. 3, 2, 1. Dit zijn zoveel sprongen die we moeten maken, Dennis. Oké, jij de volgende. Dit is heel heet. Dennis. Rustig gaan. Oké, alle tijd. Alex! Door, Dennis! Nee. We hebben zeker niet alle tijd, Dennis. Oké, rennen. Waar is die? Nee, Alex. Alex, dat is juist wat hij wil. Dat we gaan haasten en dat we een fout maken. We nemen de tijd, oké? Okay? Nee, maar wat staat hij hier straks achter mij? Dan kunnen we toch echt niet de tijd nemen? Nee. Dennis! Voor je, Dennis! Oh nee. Moeten we terug? Ik weet het niet. Kijk eens weg. Ik heb een idee. Ga weg. Oh, hij is weg. Oké. Door. We moeten hem gewoon niet te veel aankijken. Oké, ik kan denk ik niet te veel aan. Dan verdwijnt hij volgens mij weer. Dat moeten we hebben. Oh, ik hoor hier ook allemaal enge geluiden hier. Oké, nog een klein stukje. Kom op. We zijn er bijna. Dat is op jouw steentje erbij. Alex. Oké, door. Alex. Dennis, even wachten. Wegkijken. Denk aan eentjes. Eentjes in het water. Hij is weg. Kom op. We moeten gewoon aan leuke dingen denken, Dennis. Aan leuke dingen denken. En dan gaat hij weg. Wacht op mij. Dit was een grote sprong. Oké, ik ben er. Alex, pak je pickaxe. Ik pak hem erbij. Pak hem. Pak hem. Weg. We moeten hem niet verslaan. We moeten de ster hebben. Hij is verdwenen. Alex, pak die ster.
Oeh, ik heb de ster! Ik heb hem, ik heb hem! Oké, we moeten hier weg. Wat gebeurt er? Alex, wat gebeurt er? Ik weet het niet! Dennis. Wat was er allemaal gebeurd? Ik weet het ook niet. Hoe komen we hier weer? Ik weet het niet, maar... Oké, snel ster, weg. We hebben de ster. Snel naar Kevin. Ja, die ga ik nu naar Kevin brengen. Dit gaan we gewoon gelijk doen, oké? Oké, rennen. Kevin! Oh, dit gaat hij nooit horen. Oké, snel naar binnen. Anders maak je iedereen wakker, Alex. Kevin! Hallo! Waar is Kevin? Hallo. Wie zijn jullie? Zijn jullie de geest? Het is gelukt! Kevin! Wij zijn... Luister, het is gelukt! We hebben de ster! Ja. We hebben de ster gevonden! Oh, dit geweldig! Kom. Kan jij ook even? Of mag ik hem er snel in doen? Je mag het zelf doen. Kom. Alex, wacht! Ik heb niet wat we hebben meegemaakt net! We kwamen er meerdere keren tegen! We hebben in een riool gezeten! Dennis, waar is Dennis? Alex, ik heb hem geslagen! Ik heb de geest geslagen met deze hakbel! Echt? Maar jullie hebben die geest gezien? Ja, we hebben hem gezien! Ik zei toch dat het echt was? Ja, je had gelijk, sorry, maar wacht even met die ster. Hoezo? Weet je zeker dat hij hem wegjaagt? Ja, als het goed is wel, want ik heb hem vernomen wel. Ik ga nu die ster erin doen. Wacht. Ik moet één ding doen. Zie je deze pannenkoek? Je gaat toch niet nu een pannenkoek zitten eten? Let op. Ah, yummy. Oké, ik ga mee nu, ja. Alex, vertrouw het niet helemaal. Pak hem. Dennis, hij moet weg. Zag je hem net niet? Ja, ik zag het maar. Hij heeft het niet getest, hij weet het niet. Maakt het niet uit. Drie. Doe het nou gewoon. Oké, doe maar. Wat gebeurt er? Alex, wat gebeurt er? Alles trilt helemaal. Dennis, pak hem op. Wat is er allemaal gebeurd met jou, Dennis, kom bij. Holy moly. Je bent er eindelijk, Dennis. We hebben zo lang gewacht. Wat doe ik hier? Niet om hartstikke schrikken! Oh, wat is er gebeurd? Het enige wat ik nog me kan herinneren is een explosie en het werd helemaal wit voor mijn ogen. Oh, dankjewel voor het water. Ik zweet helemaal. Ik heb het voor meegenomen zelfs. Oh, wat is dit allemaal? Waar is Alex? Waar is mijn beste vriend? Alex is kwijt. We kunnen hem niet vinden, Dennis. Wat bedoel je? Hij is kwijt. Wat is er gebeurd? Ja, we weten, kijk, alles is opgeblazen. Heel de stad is kapot. Is de geest weg? De geest? Laat me het jullie uitleggen. Wat is dit voor plek? Heb jij voor mij gezorgd? Wacht eens even. Ziekenhuis, spoedtent. Hoezo is dit hier, Luc? Dennis, het ziekenhuis hier rechts is helemaal opgeblazen. Hoe bedoel je opgeblazen, Luc? Ja, niemand weet het. In één keer is de halve stad helemaal opgeblazen. Het politiebureau, het ziekenhuis, de bank, alles is in één keer kapot. Alles is kapot in de stad. Ja, er zijn superveel mensen gewond. En het ziekenhuis kapot. Dus er zitten overal van deze tentjes waar ze mensen aan het behandelen zijn. En mijn beste vriend Alex is kwijt. We dachten wel dat hij bij jou zou zijn, maar schijnbaar niet. Nee, ik heb echt geen idee waar die was. Zoals ik je al zei, het laatste wat ik hoorde was echt een gigantische knal. Alles begon te trillen. Ik stond in een huis. We hadden de ster gevonden. Jullie weten waarschijnlijk niet waar ik het over heb, of wel? Ik ga eerlijk met jullie zijn. Weet je nog het Halloweenfeestje wat je had georganiseerd? Oké, dat was supergezellig. Ja, dat was zo leuk. Tijdens het Halloweenfeestje waren jullie ons toch een tijdje kwijt, Alex en mij. Ja, toen je naar de toilet ging. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. We gingen helemaal niet naar het toilet. Er was namelijk iets aan de hand. Ken je nog Kevin, de oude bankeigenaar? Ja, tuurlijk. Kevin had het over enge geluiden samen met jou dat hij hoorde bij de bank. En jij had me het ook verteld, Lotte. Ja, inderdaad. Allemaal geestige geluiden. En ik weet het weer! Tijdens het Halloweenfeestje besloten Alex en ik om te gaan ontsnappen. We wouden een kijkje nemen bij de bank. En wij gingen dus de bank in glip aan de achterkant waar de kluis zat. Ja. En daar was helemaal een heel diep gat naar beneden. En daar gingen we met lianen naar beneden en kwamen in een soort van grot. Daar moesten we letterlijk een hele route afleggen. En we hebben een geest. De geest die je hoorde, Lotte, die hebben we tegengekomen daar. En ik maakte allemaal enge geluiden. En ik moest zelfs nog kiezen. Dood je beste vriend, dood meneer eentje of dood jezelf. En toen koos ik voor mezelf. Toen moest ik zwemmen onder water. En ja, toen viel ik flauw en werd ik wakker in het water door mijn beste vriend. En toen moesten we de ster vinden. Hebben we die bij Kevin in de machine gedaan. En toen kwam er een gigantische explosie.
Jeetje! We kunnen er doorheen! Ik denk niet dat jullie me geloven, Dennis, wel. Weet je zeker dat je niet gewoon je hoofd hebt gestoten of zo? Want dit is wel heel erg grappig. Nou, Luc! Luc, kijk wat er! Het... De hele stad is kapot! Luc, ik kan het je laten zien! Kom maar mee! Deze kan... Oké. Wat is hier gebeurd? Alles is opgeblazen! De hele stad is opgeblazen, Dennis! Wat is er met het ziekenhuis? Het hele ziekenhuis is weg! Alles is weg, alles is vernield! Wow, kijk die krat hier! Holy moly! Hoe komt dit hier dan ook? Is dat door die aardbeving en die knal? Het moet waar zijn, Luc! Maar, kom mee! Oh, ik hoop dat Kevin thuis is! Hallo, ik hoop het Kevin! Ook. Hallo? Hallo? Oh nee. Hallo? Hallo? Kevin? Deur is wel open. Kom maar mee. Kevin? Laten we deze kant op gaan. Het was hierachter. Ja, Kom maar hier doorheen. Kijk, hier was het. Hier was er een soort van geheime plek. En kijk wat hier is. Vampierbloed, een zombievlees, skeletbot, een magisch oog en de ster. Die ster moesten wij zoeken. En dat heeft ervoor gezorgd voor een gigantische explosie. Jij wil mij vertellen dat omdat jullie een sterretje in dit rare witte plaatje hebben neergezet, heel de stad is opgeblazen. Hoe bedoel je heel de stad is opgeblazen? Het ziekenhuis, ja. Alles is kapot. Ik wist niet dat het hierdoor kwam. Kevin zei dat dit de geest weg zou jagen, niet dat alles kapot zou gaan. Dennis, als je denkt dat alleen het ziekenhuis kapot is, dan moeten wij je denk ik even wat laten zien. Ja, hoe bedoel je wat laten zien? Kom maar even mee, Gaat het nog goed met meneer Eentje, meneer Slakkie, meneer Kippie? Meneer Slakkie wel, maar meneer Eentje weet ik niet zeker. Daar heb ik niet op gecheckt. Ben ik de enige die daar in het ziekenhuis is beland? De rest kunnen we niet vinden. Hoe bedoel je de rest kunnen we niet vinden? Dennis, kom dus maar even met ons mee, oké? Maar ik maak me heel erg zorgen. Ik heb de hele stad vernield. Ik beloof het, het was echt niet... Wat ben je aan het huilen? Oh nee. Nee. Het spijt me. Wat? Dat is het. Dat is de plek. Dat is waar we vandaan kwamen. Daar hebben we de ster gevonden. Dan moet het wel waar zijn. Dan moet het waar zijn, Luc. Het moet waar zijn. Dit klinkt allemaal zo gek. Pas op, jongens. Niet op het randje staan, alsjeblieft. Ik wil niet dat iemand invalt. Oh nee. Oh, meneer. Doe nou niet zo raar. Oké. Wow. Heb ik dit gedaan, Luc? Ik denk het dan. Is dit door die ster gebeurd? Ik weet het allemaal niet, Dennis. Dit is het hele politiebureau. Daar heb ik nog gewerkt. Als een politieagent een tijdje terug. Ik ook. Deze stad ooit opruimen? Ik snap het niet. Wow. Alles is verwoest, Dennis. Dit is helemaal kapot. Alles en alle mensen kapot. Die bij de politie werkten, die hebben nu geen baan. En... Oh nee. Is er? Ik bedenk me net iets. Wat hoor? Oh nee. Wat is er? Weet je nog die ene gemene meneer, Luc? Die ons gevangen had genomen in die grot? Die Dries en die Daan? Ja. Die zaten toch ook hier in de gevangenis? Dennis, zaten die daar echt nog steeds? Volgens mij zaten ze wel in de gevangenis, maar wil je dan zeggen dat ze daarin zijn gevallen of dat ze zijn ontsnapt? Of dat hun erachter zitten? Hoe bedoel je dat hun erachter zitten? Dat het een masterplan was! Maar dat kan toch niet? Lotte, dat te vast. Lotte, ik denk dat je nu heel raar aan doet. Je denkt dat dit het plan was van die twee gevangenen, van Daan en Dries. Van die boze politieagent en die andere. Dennis, super raar. Dat zou zo logisch zijn. Ze haten jullie. Ze willen jullie gewoon weg hebben. Ze zijn opgevangen in de gevangenis. Luc. De hele stad opblazen is wel heel erg overdreven. Ja, maar Luc. Ik denk niet dat ze dit zo'n leuke stad vonden. Wat hadden ze wel letterlijk boos gemaakt, weet je nog, de laatste keer in de gevangenis. En weet je wat het ook is? Daar heeft misschien Lotte gelijk in. Ze mogen ons echt niet. Hallo? Nee. Je had toch gezien wat voor werk ze begaven daar in die enge grot? En dat ik daar voor altijd moest blijven als het aan hun lag. Maar hun zaten vast. Hoe kunnen ze nou weer een geest gebruiken om de stad kapot te maken? Ik weet het niet. Luc, misschien is het helemaal niet door een geest. Weet ik veel. Sinds wanneer kan een geest, als die weg is, dit veroorzaken? Zo'n grote chaos. Er moet iemand zijn geweest, Dennis. Er moet iemand zijn geweest. Ik weet het niet, maar denk je dat Alex niet gewoon thuis is? Daar wil ik even met je over hebben. Zoals ik al zei, de bank is opgeblazen, maar... bank is opgeblazen? Ja, en daarbij is Alex zijn huis ook half opgeblazen. Nee. Dat ben je niet. Wacht, de bank is helemaal weg. Wow, wat is er met de bank gebeurd? Oh, shit. Helemaal kapot. Alex, de hele dak is eraf, buurvrouw. Dennis, het dak was er gisteren daadwerkelijk helemaal afgeblazen. Nee, ik moet dit vuur blussen. Dennis, daar hebben we geen tijd voor. We moeten nu gaan kijken of er meneer Eentje er nog is. Kom. Wat bedoel je, meneer Eentje?
Nee. Meneer Eentje staat daar boven nog. Nee, je bedoelt meneer Kippie bij Alex. Stel. Rennen. Hoe snel doe je de deur open? Jij hebt de sleutel toch? Ik heb de sleutel, jullie kunnen naar binnen. Het is hier allemaal ook kapot gegaan. Oké, deze kant op. Snel. Nee. Rennen, kom op. Ik kom allemaal terug. Die deur is dicht. Kom op. Oké, ik heb hem open. Oh nee, snel het vuur met uit voor meneer Kippie. Doof het vuur. Meneer Kippie. Oh nee, meneer Kippie. Ik hoor meneer Eentje ergens. Meneer Eentje? Meneer Eentje zit bij mij thuis, Lotte. Dat kan helemaal niet dat het hier is. Oké, gelukkig. Dan is het een van mijn dieren. Lotte, je moet snel bij Maui kijken of het nog goed gaat daar. Maui! Maui! Meneer Kippie, ik weet niet waar Alex is. Ik ben mijn beste vriend is kwijt. Alleen, ik denk wel dat het verstandig is om jou mee te nemen naar mijn huis. Oké, kom maar deze kant op. Ik kan je hier niet alleen laten met al dat vuur. Dat is veel te gevaarlijk. Oké, deze kant op. Oh, wij willen er niet doorheen, Dennis. Ik denk dat we gewoon even de deur weg moeten halen. Oké, laten we dat maar doen. Want meneer Kippie moet echt wel veilig zijn. Deze kant op. Loop maar door, meneer Kippie. Oh, nee, niet de andere kant op. Oh, hij is natuurlijk ook een beetje bang en helemaal in de war wat er is gebeurd. Oké, deze kant op, meneer Kippie. Kom op. Het is niet veilig daar in jouw huisje. Je moet wel mee. Kom maar, meneer Kippie. En zover ik niet weet waar Alex is. Oh, meneer Kippie, andere kant op. Oh, meneer Kippie, deze kant op. Oh, ik weet ook helemaal niet waar Alex is. Oké, meneer Kippie, we zijn bijna bij mijn huisje. Oh, meneer Eentje, alles gaat nog goed met je. Ik heb meneer Kippie meegenomen. Ik zal het je straks allemaal uitleggen. Het gaat niet goed met de stad. De hele stad is kapot. Ik ben blij dat ons huisje nog staat. Maar Alex is vermist. Ik weet niet waar Alex is. Misschien in het bos of... Ik weet niet wat er met hem is gebeurd. Ik werd wakker in het ziekenhuis. En meneer Kippie, het is beter dat jij uiteindelijk even hier bent. Als ik Alex zie, dan denk ik dat het ook maar handig is dat Alex even een tijdje maar weer hier komt wonen. Omdat het lijkt me niet zo slim om daar in het huisje te gaan wonen. Nee, gewoon als het regent. Het is die helemaal nat en het is mega koud nu vanwege de herfst. Hier meneer Eentje, heb je ook wat eten. En ik moet nog wat eten geven snel aan meneer Slakkie. Ik hoop dat ook alles goed gaat met hem. Meneer Slakkie, hallo. Oh, meneer Slakkie. Oh. Meneer Slakkie. Het is goed om je weer te zien, meneer Slakkie. Ja, ik maak wel zorgen vanwege de explosie. Dat maakt zoveel lawaai. Ja, en zoveel lawaai kan zijn schild misschien kapot maken. Ja, of ze worden doof of er gebeurt iets. Want voor een dier is natuurlijk dat geluid nog veel harder. Meneer Slakkie is nog heel schattig. Oh, hij maakt wel alles weer een beetje vies. Oké, kom maar naar beneden. Ik wil verder de stad bekijken. Want, dit ziet er echt niet goed uit, hoor. Oké, laten we deze kant op gaan. Ik wil echt op zoek gaan naar mijn beste vriend, hoor. Ik maak me echt heel erg zorgen hier. Misschien is die nog wel hier beneden bij die god. Alex! Ik kan me herinneren dat we samen naar boven gingen. Oh nee, hoe kom ik hier langs? Kan ik hier overheen? Oh nee. Okay, wat lang maar vuur! Kom op, we moeten hier wel langs. Alex, ben je hier ergens? Alex! Oh nee. Waar ben je? Hier helemaal hierin. Hier was het. Kom hier naar beneden. Hier was het. Oh, naar beneden. Ben je helemaal mal geworden. Kom, Dennis, pas op. Auw. Oké, deze kant op. Volg mij, oké? Dennis. Dennis, dit vind ik helemaal niks. Oh nee, dit is onder het politiebureau. Alex, hallo. Alex, ben je ergens? Alex, ben je hier? Hallo. Hallo, Alex. Alex. Oh, ik vind het hier eng. Dat hij hier maar snel weggaan. Ja, want ik denk helemaal niet. Oké, we gaan hier naar boven. Ik weet het niet. Ik maak me gewoon heel erg zorgen. We kunnen het vragen aan de dokter. Of zij misschien Alex echt niet heeft gezien. Dat is een goeie, want ze heeft natuurlijk jou ook opgehaald. Ja, dat is waar. Ik weet het niet hoe ik daar weggekomen. Ze heeft me tenminste geholpen. En daar ben ik haar heel erg dankbaar voor. Ze moet vast meer weten. Jongen daar. Hallo. Heb jij Alex gezien? Nee. En jij? Hallo? Zeker weten. Zo'n jongen met een blauwe skin. Met paars. Niet gezien. Ook niet. Oh nee. Waar is Alex nou? Lotte. Ja? Je denkt toch niet dat die hierin is gevallen? Dennis, dat kan helemaal niet. Hij was bij jou. Ja, maar ik ben nu toch alleen? Waar is Alex dan? Ik weet het niet, oké? Het kan zomaar zijn, inderdaad. Nee, niet zo slecht denken, oké? We gaan het nu aan die mevrouw vragen. We moeten doorzoeken. En als we hem echt niet kunnen vinden, dan... Alex! Ja. Alex, waar ben je nou? Laat eens van je horen! Nee, ik maak me toch echt wel heel erg zorgen, hoor. Ik weet het niet. Ik weet niet waar die anders kan zijn. Alex, ben je hier? Dokter! Heb je mijn beste vriend gezien, Alex? Alsjeblieft. Hij heeft een blauwe skin met paars. Heb jij hem geholpen? Zeker weten. Huh? Oh, nee, maar waar? Jij hebt Dennis gevonden. Dan moet Alex toch in de buurt zijn? Ik weet niet waar die kan zijn. Alex, hallo? Misschien nog hier binnen of zo in het kerkhof. Even kijken. Hij kan toch niet op het kerkhof zijn? Nee, ik weet het niet, oké? Luc? Ja?
Het kerkhof is voor mensen die zijn overleden. Ja, ik weet het, maar hij is ook niet hier binnen. We moeten hem echt vinden, Dennis. Ik weet niet waar ik hem moet zoeken. Ik weet het echt niet. Dennis, misschien is hij gewoon uit schrik de bos ingerend of zo. Maar dat zegt niks voor Alex. Waarom zou hij dat doen? Nee. Ja, weet ik niet, maar we kunnen beter gewoon even gaan kijken. Ik weet het niet, Luc. Ik vertrouw het niet helemaal. Ik denk niet dat hij zomaar de bos in zou gaan. Dat weet ik ook niet. Ik voel me ook echt helemaal niet lekker. Ik denk dat ik even op bed moet liggen. Ja, snap ik. Ik heb wel een speciaal drankje voor je als je het niet lekker vindt. Ik hoop dat je misschien daardoor beter voelt. Ik heb die vandaag voor je gemaakt. Dankjewel. Kunnen jullie me naar huis brengen? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Wat was dat voor drankje? Dat is een potion of healing. Daar word je beter van. Het helpt wel een beetje. Ik wil naar huis. Ja. Ik ben duizelig rond. Was dat wel echt een goed drankje? Ja, het was. Maak je beter. Dan krijg je geen hoofdpijn meer. En ook niet meer lekker. Dus. Lotte, hoe kwam je aan dat drankje? Maar ik heb het helemaal zelf gemaakt. Is het normaal dat ik alle lantaarnpalen 4 keer zie? Ik weet niet of het helemaal goed gaat eigenlijk nu. Wow, het draait allemaal een beetje. Ga maar snel in bed liggen, Dennis. Ga maar heel snel in bed liggen. Oh, ik voel me zo raar. Tijd voor hem te slapen, Dennis. Wow. Ja, ga jij maar naar bed toe. Lotte en ik gaan verder snoeken. Alex, ben jij dat? Nee, ik ben Lotte. Oh, mijn hoofd. Bonsoort, waar ben ik überhaupt? Dennis, word je nou eindelijk wakker? Luc? Lotte? Ja? Dennis, ben je wakker? Ja, wat doe je niet bij huis hier? Lang. Oh, jeetje, uren later. Je had hem gewoon niet dat drankje moeten geven, Lotte. Lotte, heb je me gisteren gegeven? Wat was dat voor drankje? Ik werd helemaal duizelig. Ik herinner me nog de route naar huis. En ik heb een hoofdpijn nu. Dat is echt niet normaal. Ik liep naar huis. Ik zag echt 4 lantaarnpalen of zo. Ik ging alle kanten op. Helemaal duizelig. Allemaal rondjes. En toen viel ik op de grond of zo. Ik heb echt zere armen en benen. Wat was dat voor drankje? Nou, dat was een potion of healing. Maar er moet vast iets fout zijn. Ga maar de ingrediënten. Ja, maar waar heb je die gekocht? Nee, die heb ik zelf gemaakt. Hoe bedoel je zelf gemaakt, Lotte? Gewoon zelf gemaakt en alles bij elkaar gevonden. Lotte, je bent helemaal geen dokter. Hoe moet jij dat nou weer maken? Ik probeer toch gewoon mijn best te doen, oké? Het is lief dat je me wou helpen, maar je weet dat het niet zomaar zo is bij de dokter. Dat je wat dingetjes bij elkaar gooit en dan heb je een receptje. En dan alsjeblieft, hier kan je beter van worden. Ja, klopt. Sorry. Ja, ik weet niet wat je me hebt gegeven, maar heb je toevallig wat te eten voor me? Ja, ik had vanochtend wat verse broodjes gemaakt, dus die kan je wel lekker eten. Nou, dat maakt het wel goed hoor, dankjewel. Geen maar probleem. Wat waren we gisteren ook alweer aan het doen? Ik ben het helemaal vergeten. Dennis, we hadden jou rondgebracht door de stad heen, want heel de stad was opgeblazen. Weet je dat echt niet meer? Oh ja, de stad was verwoest, maar er was nog iets. En ik kom er even niet op. Mijn hoofd doet zoveel pijn. Oh, het was heel erg belangrijk. Het had iets met jou te maken, Kippie. Oh, wat kan dat nou weer zijn? Je had geen eten gehad. Ik denk dat het was. Eens even kijken. Alsjeblieft, meneer Kippie en meneer Eentje. Maar waarom was je ook alweer hier bij mij thuis? Moet ik hem vertellen, Lotte? Of, Ik denk het wel. Ik denk dat je niet bedoelt dat hij honger heeft. Nee. Wat was er dan aan de hand? Alex is misschien vermist. Oh nee, ja, dat was het. Mijn beste vriend, hij is nog steeds vermist. We moeten hem gaan zoeken, oké? We moeten hem echt gaan zoeken. Welkom terug in mijn Minecraft survival wereld. Ik werd hier wakker zoals je zag in mijn bedje. En ik voel me dus echt super slecht vandaag. Want de vorige keer kwam er namelijk achter dat mijn beste vriend Alex is vermist. En dat is nog niet eens het enigste. Ook is de hele Minecraft-stad verwoest. Maar voordat we gaan beginnen aan een nieuw avontuur, wil ik jullie vragen om te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Want we hebben bijna de 200.000 abonnees. En jij kan me helpen om die droom te behalen. Dus klik erop hier beneden. Het is tenslotte gratis. En laten we gaan voor de 7.000 duimpjes omhoog op deze video voor meer Minecraft survival. Oké, maar Lotte en Luc. Ja? Wat gaan we dan doen om een beste vriend te vinden? We hebben gisteren al een beetje gekeken. Je zei dat hij in het bos was misschien. Maar dat is toch heel raar dat hij daar zomaar kan zijn. Waar willen we gaan kijken? Waar denken jullie dat mijn beste vriend Alex is? Nou, het bos is inderdaad wel een goede keuze. Want
Waar kan hij anders zitten? Ja, weet het niet. Ik dacht zelf dat hij... Dat zei ik ook al tegen jou. Misschien is hij in die krater gevallen, in de lava. Dat kan niet, Dennis. Dat kan gewoon niet. Echt niet. Oh, wacht. Ik pak even een lied erbij, hoor. Meneer Kippie, je moet ergens even aan vast, zodat je niet wegloopt. Ik heb een houten paaltje nodig. Heb ik dat hier toevallig? Nee, dit is foute boel. Oké, laten we even hier een paaltje voor maken. Meneer Kippie, momentje hoor. Eens even kijken. Zo. En dan doen we even zo. Zo. En zo. Kijk eens aan. Een fence. En dan hebben we dit nog nodig. Kijk eens aan. Dit is perfect. Dan doen we deze even hier. Oh, je bent natuurlijk ook helemaal in de war wat allemaal gebeurt. Zo valt het schilderij nou weer van de muur af. Oh, nee. Deze is echt niet mooi. Tijdens de bel gaat. Ik heb zo'n erg hoofdpijn. Wie kan er nou weer aan de deur staan? Hallo, wat is dat nou de hele tijd met dat gebel? Wat moet je? Jij bent Dennis, toch? Ja, hoezo? Wie ben jij? Kennen jullie hem? Ik moest van Alex jou ophalen. Hij heeft hulp nodig. Moment, hij hoor. Leeft? Wat zegt Dennis hij nou weer? Wat zegt hij? Hij moet van Alex me ophalen. Dennis, hij heeft Alex gevonden. We moeten er nu snel heen. Hoe kan hij zo snel mogelijk heen? Vertrouw je dat een wildvreemde komt bij jou aan de deur om te zeggen ik heb je beste vriend gevonden? Dennis, luister. Een wildvreemde. Ja, een wildvreemde. Ik ken hem toch niet? Nee, maar waarom zou hij dan hier komen? Maar luister, misschien heeft hij Alex wel ontvoerd en ontvoert hij mij ook. Dat weet ik niet. We kunnen beter gewoon even gaan kijken, Dennis. We hebben geen keus. We gaan met z'n drieën, oké? Oké, we gaan met z'n drieën, oké? Oké, jij had dus Alex gevonden. Ja, ik kwam hem tegen bij het politiebureau. Hoe bedoel je bij het politiebureau? Ja, er zit zo'n heel groot gat of zo en hij was er bijna ingevallen. Dus hij zit nu ergens op een afgrond. Een afgrond? Maar als hij bij het politiebureau was, dan had hij toch ook hier naartoe kunnen komen? Nee, hij zit daar vast. Hij kan daar niet weg. Zijn we langs hem heen gelopen? Nee, dat kan niet. Wij waren gisteren nog bij het politiebureau. Hebben jullie iets gehoord? Nee. Misschien zit hij onder stenen vast of zo. Oké, ik loop met je mee. Oké, laat maar zien waar hij is dan. Ik zit er wel een beetje aan. Kom mee. In de gaten, oké? Ja. Ik hou iedereen in de gaten hier. Oké, waar zou die volgens je... Wat is dit nou weer? Een brandweerman. Is hier een brandweerman aan het werk? Ja, dat moet ook wel, want al die blussen... Oh, hij is hier alles aan het blussen, denk ik. Goed bezig, brandweerman. Goed bezig. Dankjewel voor je hulp. Oh. Kijk, hij zit hier, als het goed is. Waar? Waar moet hij zijn dan? Dennis! Oh, hier Alex! Dennis! Oh, Alex, wat doe je hier? Hallo! Alex? Ik ben zo blij om jou te zien. Je wil niet weten wat er allemaal is gebeurd. In de tussentijd, ik was verdwaald samen met Kevin. En nu ben Alex, ik hier. Wacht even hoor, ik kom even aan die andere kant staan. Welke kant? Ja, hier zo, dan kan ik je net wat beter zien. Daar zie ik je helemaal niet. Oh, wacht even. Zie je me hier, Alex? Nee, daar zie ik je ook niet, Dennis. Ik kan je daar niet zien. Dennis, dit gaat niet werken. Je kan beter hier staan. Hoe kom je daar ook überhaupt? Ja, ik gleed uit over een of andere bananenschil. Ik weet het niet wat het was. En nu ben ik hier de hele tijd. Alex, ja. Hoe lang zit je al dan? Ik weet het niet. Ik zit hier al eventjes te praten net met de meneer Ruben. Die stond hier zo. Dus ik zeg zo van, kan je geen hulp halen? En toen zei hij zo van, ja, wie dan? En toen ben ik gelijk naar jou gegaan. En ik ben zo blij dat je hier bent. Dennis, weet je wat er was gebeurd? Ik ben denk ik gisteren langs je heen gelopen dan. Gisteren was ik hier nog niet. Ik ben hier vanochtend terechtgekomen. Waar kom je dan vandaan? Ik was helemaal aan het zoeken. Ik zat in een bos. Oh, hoe kom je daar? Weet je waar ik wakker werd? Nou? In die spoedtent daar helemaal verderop. Elke spoedtent, dat kan ik toch niet zien? Oh ja, misschien is het handig als ik je naar boven kan krijgen, maar hoe moet ik dat doen? Joh, kan je me geen handje geven, alsjeblieft? Ja, hier. Kom op. Je komt er net niet bij, of wel? Het werkt niet, ik kom er net niet bij, Dennis. Spreek nou hoger, kom op, wat is het nou? Oké, wacht, ik neem een broodje, ja. Oké, dan moet het lukken, kom op, Alex. Oké, Oh, dit gaat niet werken zo. Nee, dit werkt sowieso niet zo. Hoe kom ik hier ooit weg? Ik weet het niet. Lotte, pas op dat je daar ook niet naar beneden valt, oké? Okay? Nee, Lotte. Doe best. Hoi, Alex. Warm naar beneden. Alex, ik ben wel blij dat je nog leeft, tenminste. Ik ben blij dat jij nog leeft. Ik was helemaal alleen in het bos eerst. En toen met Kevin en ik stond helemaal van, waar kan jij zijn? Maar jij was gewoon al die tijd hier. Ik was heel erg bezorgd. Ik dacht dat je misschien in de krater was gevallen. Nee, maar ik was wel sinds de explosie iedereen kwijt. Ja, heb je het überhaupt gezien? Kijk hoe diep dit is. Alles is weg.
gek! Ik sta je al de hele tijd! Alles is kapot hier, alles! Hoe bedoel je alles? Ik zag alleen dat het ziekenhuis kapot was en dit! Heb je meneer Kippie wel gezien? Nee, die is toch onder mij thuis! Over je huis gesproken? Wat is er met mijn huis gebeurd, Dennis? Wat is er met mijn huis gebeurd? Ik denk niet dat je het echt meer thuis kan noemen. Doe je mijn huis, waar ik altijd al in woon? Ja, dat klopt. Jouw huis. Of nou ja, half huis. Half? Alex? Oké, Dennis, laat het me zomaar zien. Ik hou me eerst eens eruit. Dat ik hieruit kan krijgen. Wacht, ik heb een vraag. Ik heb een idee. Denk je dat ik ladders moet maken om hem te kunnen helpen? Oké. Luc, ik heb je nodig. Ja, ik heb je nodig. Kom mee. Ik heb je echt nodig. We moeten een soort van ladders zien te krijgen. Misschien heb ik ze nog thuis liggen. Dan vind je kistje kijken. Met die ladders kunnen we hem eruit halen, denk ik. Oké, kom op. Hallo, meneer Kippie. Ik heb Alex gevonden. Hij is daar beneden bij het politiebureau. Luc, ik ben zo blij dat hij nog leeft. Maar ja, dat snap eens ik. Even kijken, ladders. Luc, hoe maak ik ladders? Daar heb je volgens mij een paar stokjes van nodig. Oké, dan maak ik hier allemaal sticks van. Ik heb 14 sticks, Luc. Is dat genoeg? Ik denk het wel. Oké, zo. 3 ladders. Is 3 genoeg? Denk ik wel. Oké, kijk. Zo, ik denk dat hij aan 1 wel voldoende heeft. Zo, dus dan doen we dit allemaal daarin. Oké, laten we die kant maar op gaan. Ik ben zo blij om Alex weer te zien. Laten we die kant op gaan. Oké, ik ben er weer, Alex. Dennis! Alex, ik heb de ladder bij me. Ik heb een ladder meegenomen, oké? Okay? Oh, mag ik kan het dan? Ja, hier komt die Alex. Zo, Dennis! Oh, nee. Wat doe je nou? Lava! Je gaat me toch niet vertellen dat dat de enige ladder is die je had, hè? Momentje, oké? Dennis! Nee, ik kom eraan, moment! Oké, maar eens even kijken of ik nog een nieuwe ladder kan vinden. Laat ik hier gewoon naar binnen gaan. Zo via hier, via de dierenwinkel. Deurtje weer dicht. Oké, kom op. Laat ik allebei de ladders maar meenemen. Dat lijkt me wel een stuk handiger. Oké, kom op. En we moeten weer terug. Even zo'n lekker broodje eten die ik van de buurvrouw heb gekregen. Ik ben echt zo blij dat Alex nog leeft. Dat is echt niet normaal. Ik maak hem helemaal zorgen. Laat weten in de reacties als jij je ook zorgen maakte. Maar we moeten snel weer terug. Oké, ik ben er weer. Ik heb de ladders bij me. Nee, dat is perfect. Mag ik ze hebben, alsjeblieft? Daar ging bijna. Kun je ze plaatsen? Eentje lager. Zo. Ja, perfect. Alex. Goed zo, Alex. Ik heb jullie helemaal zo erg mis. Waarom staat daar een brandweerman? Kom maar mee, Alex. Waar moeten we heen? Deze kant op. Kom maar mee, volg mij. Dennis, waarom zit hier een groot gat in de grond? Alex, dit is de krater, maar kom maar mee. Oké, hier moeten we dus zeker weten niet invallen. Dat ziet er niet goed uit. Hé, de ballonwinkel is terug. Wat leuk. Alex, weet je nog dat mooie Halloweenfeestje? Oh ja, bij de bank. Hoe is het bij de bank? Ja, met het feestje is letterlijk het dak eraf gegaan. Letterlijk het eraf geblazen. Moest dat haast wel Alex. Zo'n feestje zijn? En niet alleen het dak van de bank, ook van je huis. Hoe bedoel je van mijn huis? Het hele dak is eraf. Nee. Er ruikt helemaal naar rook daar binnen. Lotte, wat is er gebeurd? Ik weet het niet, Alex. Het is ook mijn huis die kapot is gegaan. Ik zie het inderdaad. Bij jou zit ook een gat in het dak. Alex, je hele huis stond ook nog eens in de brand. Het is maar goed dat die brandweerman er op tijd op bij was. En wij hebben wat geblust. Ik moet naar binnen. Lot, het is wanneer verkoop jij lampen. Vertel me dat later maar even. Oké. Oh nee. Wat is dit? Ja, bekijk het van de positieve kant. Wat is de positieve kant? Je hebt wel een lekker uitzichtje nu. Dat wou ik niet eens. Ik wil gewoon een huis hebben waar het warm is. Het wordt winter, het wordt met de dag kouder. Ik heb niet eens een huis. Hoe moet ik dit overleven? Alles staat hier de rook aan het ruiken. Het zit allemaal in mijn plafond. Alex? Oh nee, ja? Ik denk heel eerlijk. En zoals je ziet, meneer Kippie is weg. Ja, daar had je het inderdaad ook over. Waar is meneer Kippie? Die is bij mij oké. Want het rookt hier zo hard. Hij is veilig, want het rookt hier zo hard dat het gewoon schadelijk voor je is. Dat is zeker zo. Ik wil hier ook niet te lang staan eigenlijk. Eerst moet al het vuur geblust worden. Laten we maar naar beneden gaan. Dan praten we daar verder, want hier is het echt niet fijn. Hoe kan dit ook allemaal? Hoe kan dit? Hoe kan dit? Hoe kan dit? Oeh, waar moet ik heen? Waar moet ik slapen? Ik weet het helemaal niet. Alex? Ja? Wil je anders?
eens weer een tijdje bij mij wonen? Mag dat? Ja, tuurlijk, maatje. Dan kan je samen met meneer Kippie, ik bedoel, meneer Slakkie zit op de zolder, dus daar heb je dan geen last van. En dan meneer Kippie en meneer Eentje zitten beneden en dan kan je daar ook wel je bedje plaatsen. Ja, stop met praten. Ja, dat wil ik. Oké, zal ik je het huisje laten zien dan maar? Ja, ik kom met je mee. Alleen, dan denk ik wel dat je zo snel mogelijk wel je huisje moet laten repareren. Want dat gaat wel lang duren. En geloof me... Ja, inderdaad. Je wil niet dat het dadelijk kerst is en je hebt nog steeds geen dak. Want dan ligt je hele huis onder de sneeuw. Ja, dat is zeker waar, inderdaad. Er moet ook zorgen dat de plekje voor meneer Kippie weer terugkomt. Zijn thuisplekje is het ook. Ook van mij natuurlijk, maar ook van meneer Kippie. Ja, ik zou zeggen, kom binnen, Alex. Dat is echt zo tof van je, dankjewel. Hallo! Ja, ik had hem even aan een lijntje gedaan. Hij was heel erg chaotisch, omdat natuurlijk... Oh, en als een eentje zo blij is die om het te zien. Oh, meneer Kippie en meneer Eentje zijn hier hartstikke veilig. En meneer Slakkie zit boven, dus dan heb jij daar geen last van. En meneer Kippie ook niet met z'n allergie. Dennis, waar kan ik mijn spulletjes neerleggen? Kies maar een plekje uit. Je kan je bedje neerzetten waar je wil. Hier heb jij je kist al staan. Waar kan ik hem neerzetten? Mag ik in deze hoek slapen? Ja hoor, dat mag. Oké, dan haal ik heel even mijn bedje op. Dan ben ik zo terug. Doei! Ja, is goed. Doei! Oh, wat fijn dit. Dan wonen we toch nog weer een beetje samen, Alex en ik. Dan voelt het weer een beetje als die oude tijd. Alleen, de hele stad die is wel verwoest, zeg maar. En dat is nog wel... probleempje. Dennis, ik heb mijn spulletjes! Oh, het is fijn je weer te zien, Alex. Is alles gelukt? Ja, oké, even denken hoor. Hoe ga ik dit inrichten? Hallo, meneer Kippie, ga jij even daar staan? Dan zet ik mijn bedje. Waar zou ik die neerzetten? Zou ik die gewoon in deze hoek zetten waar nu meneer Kippie staat? Mag dat? Ja, tuurlijk mag dat. Meneer Kippie, even deze kant op. Oké, deze eventjes weg. Zo, even denken, zo. Maar wat bedoel je eigenlijk met spulletjes? Dan voel ik me wat meer thuis als ik het blauw maak. En dan is dit mijn kant en dan wordt dit zo jouw kant. Oké, ik dacht dat je al hele bedjes zou plaatsen hier, maar... Nee joh, en we moeten ook een plekje hebben waar meneer Kippie aan vast kan. Kijk, als we deze nou daar zetten, dan kan de paal daar en dan kan meneer Kippie daar. En ik heb nog even denken hoor, wat kan er nog meer bij? Alex. Ik heb nog mijn eigen crafting table, ik hou van mijn eigen crafting table. Die wil ik hier zetten en dan doe ik die blauw erboven. Alex, dit is mijn huis. Ja, maar ik kwam hier wonen. Alex, je komt hier tijdelijk logeren totdat je huis is gerepareerd. Dat klopt, maar nu is het ook wat blauw, dus dan is het geel en een beetje blauw. Oké, het is goed. Yes, hoppakee, dankjewel Dennis. Ja, want anders moet je zo de hele avond en ochtend naar de sterren kijken. Nee, de ochtend niet, maar... Nee, dat is waar. De ochtend zijn er niet zoveel sterren, maar in de avond wel. Dennis, ik ben een beetje moeig aan het worden. Ja, er is wel één regel in dit huis. Wat dan? Geen gesnurk, oké? Geen gesnurk? Dat heb je jezelf wel eens gehoord als je slaapt? Natuurlijk niet, want dan slaap je. Jij snurkt altijd, niet ik. Jawel, jij snurkt altijd. Nee, Alex, jij snurkt. Nee, jij snurkt. Oké, ik ga gewoon lekker naar bed, oké? Oké, ik ook. Doei! Doei! Goedemorgen, Dennis! Oh, wat bedoel je nou, goedemorgen? Je moet echt een keer ophouden met dat gesnurk de hele tijd. Ben je nou weer boos op me? Wat kan ik eraan doen dat ik snurk? Ik ben aan het slapen, dan heb ik dat niet door. Aan het slapen? Ik ben al sinds 6 uur in de ochtend wakker, omdat ik alleen maar dat gesnurk van jou hoor. Jij moet niet veel zeggen. Jij zit de hele tijd over eentjes te praten in je droom. Ik hoor eentje dit, eentje dat. Er gaat van alles om in jouw hoofd. Weet jij misschien niet, omdat jij dan slaapt. Nee, dat is omdat meneer Eentje de hele tijd aan mijn voeten zit te likken. Hoezo zit meneer Eentje aan je voeten te likken? Nou ja, die likken of zo. Ik weet niet wat hij doet, maar het is heel vervelend. Dus ik zei de hele tijd, meneer Eentje, ga nou weg, meneer Eentje. Dat is ook een beetje gek van meneer Eentje dat hij dat de hele tijd wil doen. Meneer Kippie blijft altijd gewoon lief op afstand zitten. Ja, dat is toch logisch, hij zit aan een touwtje. Meneer Eentje toch ook? Ja, maar ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Hij doet een beetje raar, oké? Misschien is dat vanwege de schrik. Ik weet niet of hij honger heeft. Ik heb wel wat pompoenenzaadjes. Vindt hij dat lekker? Meneer Eentje, eet smakelijk. Wil je ook eentje voor meneer Kippie? Mag ik hem aan hem geven, alsjeblieft? Ja, kijk eens aan. Dankjewel. Meneer Kippie, hallo, dit is voor jou. Heel veel.
vervelend ook, al die lampjes en die stomme pompoenen. Het is helemaal geen Halloween meer, doordat... Geen lampjes aan het Halloween weg! Alex. Dennis, het is toch niet gezellig zonder die lampjes? Het is helemaal donker gelijk. Alex, door heel dat Halloween gebeuren is onze hele stad kapot. Dat is niet leuk. Ja, daar heb je inderdaad een beetje gelijk. Over de stad gesproken, hoe ligt het erbij? Vandaag trouwens. Het is niet goed. Ik heb het een beetje bekeken vanuit het raam en het ziet er niet goed uit. Ik zie niet veel vanaf hier. De brandweer is volgens mij wel goed aan het werk geweest. Ik bedoel, ik heb geen rook meer gezien. Dat is een stuk beter dan. Zullen we buiten kijken? Ja, laten we dat maar even doen. Ik ga eerst even staan met jou als je dat wil naar de onderbuurman. Even vragen wat hij allemaal al heeft gezien en zo. Oké, dat is goed. Ik loop met je mee. Laten we gaan, meneer Eentje, meneer Tippy. Eentje, doei! Nee, ik ben bijna iets vergeten. Het belangrijkste, kom mee! Wat ben je vergeten? Kom mee. Dat kunnen we echt niet vergeten. We moeten hier naar boven. Ik heb hier nog wat liggen. Wat heb je hier liggen? Dennis, wat stinkt het hier? Oh, sorry. Het is ook helemaal slijmerig en zo. Pas op maar naar beneden, meneer Slokkie. Dennis, die slak. Meneer Slokkie, ik heb het even voor je. En kijk eens wie hier is. Dennis, mijn hele schoenen zitten onder het slijm nu. Alex, stel je niet zo aan, oké? Meneer Slokkie, hier heb je hem, Alex. Ik haal het wel weg. Het plakt wel een beetje. Hier, heb ik het in mijn hand. Dat hoef ik ook weer niet. Waarom is het ook zoveel opeens? Weet ik niet, Dennis. Ik ga snel naar beneden. Ik vind het nooit zo fijn in deze kamer. Kom met je mee. Dit dicht. En dan doe ik dit weg. Ik heb nog zin in een broodje. Heb jij nog zin in een broodje, Dennis? Ja, lekker. Oké, alsjeblieft. Dankjewel. Die eet ik zo meteen, oké? Laat hem maar gaan. Ik kom met je mee. Heb ik toch post? Schildje? Dat moet vast verkeerd bezorgd zijn. Ik heet Dennis namelijk. Weet jij er wel van? Dat zal vast wel verkeerd bezorgd zijn. Dennis, loop jij alvast maar even naar beneden. Ik moet nog heel even wat pakken. Doei, doei. Oké, ik ga naar beneden. Doei, doei. Eens even kijken. Hallo, buurman. Hallo! Dennis! Oh, buurman, hoe is het met jou? Ja, goed, maar ik ben wel een beetje druk bezig, Dennis. Oké, laten we snel even de deur dicht doen, oké? Ik moet je wat vertellen. Oh, ik heb zo slecht geslapen. Je weet toch wel, Alex? Ja? Hij woont weer bij me, omdat zijn huis is natuurlijk kapot. En hij snurkt de hele tijd. Voor de rest is hij super aardig, maar dat gesnurk... Ik hoorde het ook. Oh, heb jij ook niet kunnen slapen door dat gesnurk van hem? Het is echt mega hard, Luc. Ja, maar... hij moet hij snel weg. Je had het over dat je druk was of iets? Hoe bedoel je druk? Wat is er aan de hand dan? Dennis, heel de stad, weet je wel. Dat gat in de grond. Verderop, waar is het politiebureau stond. Ik weet dat de hele stad verwoest is, maar dat is ook letterlijk waar ik het een beetje vanochtend over had. En dat ik niet kon slapen. Ik voel me echt slecht erover, maar wat kunnen we daaraan doen? Ik bedoel, ja, zo handig ben ik nou ook weer niet. Nou, Dennis, we hebben zeg maar de halve stad hebben we gewoon geregeld dat we het gat gaan dichtmaken. Het gat dichtmaken? Mm-hmm. Welk gat bedoel je? Waar is de politiebureau stond? Oké, maar dat heb je dus met de hele stad afgesproken. Ja, eigenlijk wel, ja. En dan moeten we gewoon eerst even wat spulletjes gaan verzamelen. Ik hoor Alex. Even niks zeggen daarover. Hallo, dat gesnurk, oké? Okay? Alex, ik ben hier! Oh, hier ben je! Ben je bij de buurman? Alex, dat is mijn buurman. Hoi. Hallo! Oké, deze ken je vast nog wel van het Halloweenfeestje. Ja, dat klopt. En zo te zien heb jij nog steeds je Halloweenpakkie een beetje aan. Alex? Ja, wat is er, Dennis? Luc heeft een idee, dus we moeten even een beetje bijpraten. Kun je nog een keer uitleggen wat de bedoeling is? Ja, we hebben met de stad afgesproken dat we het gat dicht gaan maken bij het politiebureau. Gevallen. Ja. Oh nee, dat is echt een mega groot gat trouwens. Echt heel diep ook. Hoe wil je dat ooit dichtmaken? Dat is onmogelijk om te doen met de hand. Het is zo groot. Daarom heb ik eigenlijk wel voor jullie hulp nodig. Oké. Mm-hmm. Ik wil super graag helpen om de stad te repareren. Jij ook, Alex? Ik ook. Oh, dat zou echt heel fijn zijn. Ik heb namelijk heel veel zand nodig. Zand? Hoe komen we aan zand? Dat moet je toch bestellen met een vrachtwagen en dan gaat die zo piep. Maar je zand wel goed? Ik weet het niet. Ja, gewoon van het zand onder de bomen. Gewoon grasblokken, ja. Dirt! Dirt! Modder! Ja. Modder en zand. Ja. Oh, ik snap het. Dat kunnen we wel krijgen, maar dan moeten we iets van een schepje hebben, denk ik. Ja, en volgens mij hebben ze nu, omdat we dit nu doen, hebben ze schepjes te koop in hoe heet het ook alweer? Een van de winkeltjes. Bij de kringloopwinkel. Hebben ze daar scheppen te kopen? Ja, maar dat was toch een Halloween-winkel? Daar is waar ik dit outfitje toen heb gekocht. Oh,
Alex, ik ben het maar. Halloween is al lang voorbij. Ik zal even... Alex! Sorry, ik schrok heel eventjes van je tweede Halloween-outfit. Alex, welk tweede Halloween-outfit? Hoe zit je nu aan, hè? Hier, deze kan je krijgen. Hoezo? Laat je me nou verslaan? Ik heb helemaal geen Halloween-outfit, dat zie je toch? Oh, dat jij er nou hele dag bij loopt als een clown, daar kan ik toch ook niks aan doen? Jij zegt dat ik erbij loop als een clown. Jij bent degene met de ene pak. Oké, zullen we geen ruzie maken? Okay, jongens. Nee, gelijk. Sorry, Dennis. Sorry, Alex. Wil je... Ik heb een cadeautje voor je om het goed te maken. Hier heb je een eitje. Maakt niet uit. Ik heb geen ruzie meer, hoor. Je kunt het gewoon maken. Ja, dit is al een lange tijd kapot. Ik moet het gewoon even repareren, maar jongens... Moet je helpen? Zo, alsjeblieft. Ja, dit ziet er veel beter uit. Goed gedaan, Alex. Ja, toch? Nou, Okay. Waar had hij nou over? Welke winkel? Oh ja, kringloopwinkel. Daar gaan we schep kopen. Kringloop. En dan moeten we bij het politiebureau komen. Ja, nou ja, ik ga daar nu ook heen. Politiebureau. Ja, dat is wat er nog van over is tenminste. Ja. Trouwens, buurman, je hebt nog echt veel te veel Halloween-spulletjes in je huis. Je weet toch wel dat het al lang Halloween geweest is? Ja, maar... Ja, precies. Halloween is gewoon heel leuk. Ja, wij hebben ze al weggehaald hoor, want ik bedoel, de leukste maand komt aan. Kerstmis! Kerstmis! Oh, ja, maar dat duurt nog even, Dennis. Dat duurt nog even. Ja, dat is waar. Maar daarom moeten wel alvast de Halloween-spulletjes de deur uit. Maar ik ga naar die winkel, we gaan een schep kopen. Alex, kom je? Doei! Doei! Iemand zit daar ook met al zijn Halloween-spullen. Wat is dit, Dennis? Wat is dit? Zitten er de buurvrouw vissen voor het raam? Kan dat trouwens wel? Het zijn een beetje veel vissen bij elkaar, als ik dit zo zie. Een hele grote vis ook. Ze kijkt ook een beetje sipjes. Hoezo kijkt ze sipjes? Ik weet het niet, ik ga het straks wel aan de vragen. Maar wat is dit inderdaad? Ik weet het niet, maar hier stond eerst de bank. Dat stond inderdaad hier op deze plek. Je hebt helemaal gelijk. De hele bank weggehaald. Maar waar is de bank dan heen? Is dat de bank? Waar? Hoef je? Waar? Daar. Dat is een wolk. Nee. Ik zie geen wolk. Oh. Alex, dat is geen bank. Ja. Oké. Nee, dan heb ik geen idee waar de bank is. Ik kan er ook niet overheen kijken. Ik ben wel benieuwd wat erachter staat, maar... Nee, ik kom er ook niet overheen. Nee, dat lukt niet. Vervelend. Nou. Ik ben gewoon benieuwd wat er is, oké. Laten we maar snel naar de winkel gaan. Oh, dat is hier. De deur is open. Wat is dit nou weer? Er staat hier helemaal niks. Hier niks leuks. Normaal staan hier altijd leuke dingen. En waarom is het hier zo donker? Ik heb een idee. Wat is je idee, Dennis? Hallo, mevrouw. Hallo. Ik had een vraagje. Wij willen graag helpen met de stad repareren. Heeft u daarvoor toevallig scheppen? Ja, dat klopt. Die heb ik zeker. Mag ik ook nog wat vragen? Ja. Waarom is het hier zo verlaten in deze winkel? Het ziet er hier zo donker uit. En hier staan allemaal bouwspulletjes. Ja, nou, Halloween is afgelopen. Dus ja, eigenlijk alles is weg. Ja. Jullie moesten alles afbreken. Daarover gesproken te hebben. Ik heb geen geld bij me, dus... Ik heb nog dit. Misschien dat dit u aanspreekt voor de twee scheppen. Ik heb nog mijn oude Halloween outfit. Die is bijna helemaal nieuw. En ik heb nog een pompoen. En slingers. Ik wil dat wel geven voor de, voor de twee scheppen. En ik heb nog een 2 eitjes van mijn kip, meneer Kippie, erbij. Ja, en nog 8 eieren van meneer Eentje. En nog 5 glaasjes waar je water in kan doen. En hier nog een glas voor nog meer water. En een stok. En ik heb een papiertje met verdrink in het water hier langs. Ik heb geen idee wat dat is, maar alsjeblieft. Verdrink in het water? Oké. En ik heb... nu heb ik het papiertje met verdrink in het water hier langs. Alsjeblieft. Dank u. Ja, 2 scheppen wouden jullie, hè? Ja, dat klopt. Ik zie u twijfelen. Ik heb nog een eitje voor u. Heeft u niet nog een eitje? Ja, oké. Hier heb je er nog 11. Ik heb nog 2 blokjes dirt voor u. Ja. Maar meer heb ik ook echt niet, hoor. Dat is alles wat ik kan geven. Nou, hier kan ik het wel voor doen. Kijk, heb ik hier voor jullie 2 scheppen. Oh, yes! Perfect, dankjewel! Oh, mag ik ook een schep? Alsjeblieft, Dennis. Dank je, Alex. Oké. Oh, dit is perfect. Onze schep nou, Dennis! Wow. Wij hebben blauwe scheppen. We hebben blauwe scheppen. Is er geen gele? Nee, helaas niet. Okay. De blauwe zijn het coolste, Dennis. Nou, voor deze ene keer, oké? Dankjewel, mevrouw. Dankjewel, mevrouw. Doei. Oké, laten we maar gaan, Alex. Deze blauwe scheppen, blauwe scheppen. Wij hebben allebei blauwe scheppen. Wat is dit nou weer? Wat is dit voor stok? Wat is dit? Oh, wat hallo daar! Wielen? Hallo, meneer de bouwvakker! Hallo. Wat is dit, Luc? Dit is de machine die al het zand, al het deugd, in de grond gaat gooien. Hoe heet deze machine dan? De zand...
de deugdgooier 3000. En één. Deugdgooier 3000? Ja. Maar kon je niet de 4000 kopen of bestaat die nog niet? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Oké. Maar wat moeten we hier dan precies mee doen als ik vragen mag? Ik heb hier al een beetje zand verzameld op sommige plekken, maar we moeten meer zand hebben. Want zoals je al kan zien... Dus hij moet gevuld worden. Ja. Kunnen we al een beetje... Oh nee. Daar kunnen we niet kijken. Ja, dat zit al een beetje in. Je kan hier om het hoekje even een klein stukje kijken als je maar niet valt. Niet in het gat vallen, Dennis. Oh, wow. Er zit inderdaad al wat dirt in. En dit moet helemaal tot de top gevuld worden. Oh, dat kan wel nog eventjes duren. Oké, wij gaan aan de slag dan. Ja? Hey, succes. Dankjewel, doei. Doei. Nu moeten we even een plekje kiezen waar ik dan wat zand kan verzamelen, Alex. Ja, maar waar kunnen we dat dan? Ik heb zin in een glaasje water trouwens, zo. Eeuw, ik drink uit de sloot. Alex. Er zat allemaal plantjes bij, eeuw. Ja, dat... Je weet dat er ook allemaal eendjes zwemmen hier meestal. Ja, dat is toch leuk? Nou, dat is niet zo gezond, maar... zullen we die kant op voor het zand? Ja, ik volg jou helemaal. Oké, ik zie hier wel een bootje, want ik wou zeggen, ik kan niet zwemmen. Oh, ik ga met jou erbij zitten. Deze kant op en we zijn er. Wil je nou... Moet je hier een boot voor hebben? Oké, ik kom met je mee, Dennis. Helemaal deze kant op. Het moet wel ver van de stad, want anders zien ze dat natuurlijk, dat we al dat zand hebben weggehaald. Ja, dat klopt inderdaad. Kom je nou wel boven? Zo, moet helemaal parcouren daar zo. Kijk, dat zijn die eendjes waar je het over had. Alex, waar moeten we al dat zand weg... Wow, wat een eendjes daar. Ik denk dat we het beste hier wat zand kunnen halen misschien. Ja, dat is wel slim. Ik bedoel, kijk dit dan. Hier is een hele heuvel. Ja, en als het hard regent, dan stroomt het zand toch weer naar beneden. En dan wordt het weer één geel, denk ik. Zo, dit moet allemaal weg. Dennis, ik heb wel zoveel zand nu. Hey, ik besef me net trouwens een dingetje. Nou? Ik had net ook betaald met 2 stukjes zand. Maar dat is eigenlijk precies wat we nu nodig hebben. Heb je net 2 zand weggegeven? Ja, dat was niet de bedoeling. Maar misschien wil zij ook wel helpen met de stad bouwen. En kan zij die stukjes zand weer inleveren. Is het nou eigenlijk zand of modder? Want ik weet het niet meer. Ik weet niet. Als het nat is, is het meestal modder. En als het droog is, is het meer zand, denk ik. Aarde. Oh ja, aarde. Oh, het is aarde. Dat was het ook alweer. Ja, maar dat komt ook nog een beetje op hetzelfde neer. Zand en dan als het dat is, is het aarde, maar ook modder en... Het is ook echt heel erg vies. Ja, dat is zeker waar. Ik heb niet de groene vingers hiervoor. Nee, ik doe dit eigenlijk ook nooit, maar ik bedoel, we kunnen hiermee de stad repareren. En dat is een belangrijkste, dat is waar. Alex. We moeten... Oh nee, deze boom gaat bijna instorten. Zo, die is gemaakt. Moesten we nou ook steen meenemen? Nee, toch? Hij had het alleen over zand. Het was nou eenmaal de... Hoe heette de machine ook alweer, Dennis? Een dirtgooier 3000, volgens mij. Was het niet 4000? Volgens mij was het... Nee, het was volgens mij 5000. 5000? Ja, dan dacht ik wel. De dirtgooier 5000. Dat klinkt wel heel duur. Oké, zullen we dit die kant op brengen? Want het wordt aardig zwaar of zo. Dat is een goed idee. Mijn hele rugzak zit helemaal vol. Oké. Alex, deze kant op. Oké, ik volg je, Dennis. Het voelt wel echt goed dat we eindelijk iets kunnen doen voor de stad, natuurlijk. Ja, dat zeker, inderdaad. Maar waar moeten we helemaal heen? Ik ben hier helemaal verdwaald. Het is wel raar, Alex. Maar het is wel goed voor ons, voor het verleden wat we hebben met de stad, natuurlijk. Ja, dat is ook waar. Kijk uit, Dennis. Hier is een heftige stroming. Oké, kom op. In één keer. Oké, naar de overkant. Oké, dit heb je. 2, 1. Wow. Go! Oh nee. Oh, ik ben helemaal nat nu. Mijn broek is nat. Gadver. Nee, ook. Oh, vreselijk. Ja, ik kom met je mee. Oh, ik zit hier vast. Ik denk dat we hierheen... Oh, hier kunnen we helemaal niet doorheen. Er zijn hier allemaal bomen. We moeten er denk ik langs heen. Hier zo, Dennis, hier zo. En dan moeten we hier zo... Ik sla de blaadjes een beetje weg. Ik ben er. Even nu tijd voor dat lekkere broodje van jou, hoor. Dat is zeker een goed idee, dat broodje. Wow, dat ziekenhuis is ook gewoon helemaal met de grond gelijk gemaakt. Luc, we hebben echt mega veel zand verzameld alleen. Ik denk niet dat het genoeg is. Maakt niet uit, stop hem maar even in een van deze kistjes. Oké, ik doe het hier allemaal bij. Zo, dan hebben we deze ene en deze stack nog erbij. Dennis heeft ook super veel zand verzameld. Oké, dank jullie wel. Ik heb eigenlijk wel nog iets meer nodig. Oké. Hoe gaat het met het vullen? Ja, ga maar kijken. Gaat het al goed? Is er al wat mee gebeurd? Wow, het gaat inderdaad steeds verder. Die machine doet al het zand wat we hebben gebracht. Ja, andere mensen brengen ook zand binnen. Oh, dus jij doet het in de machine en jij bestuurt de machine. En dan geeft hij je de hele tijd uitleg van zo gaat het goed. En daar nog wat meer en daar nog wat meer. Ja, daar. En zo gaan we dus alles opvullen hier. Mm-hmm. Dat is wel beter. Dat is perfect. Want dan kan hij
hier ooit weer gebouwd worden natuurlijk. Want het is hier wel heel erg leeg en gevaarlijk natuurlijk. Maar Alex, gaan we meer zand pakken? Ja, ik loop met je mee, Dennis. Oké, laten we deze kant op gaan. Oh, Alex, ik vind het echt een heerlijk klusje om te doen. Ja, maar gaan we gewoon weer naar dezelfde plek toe waar we net waren? Ja, dat lijkt me wel handig om daar gewoon weer dirt weg te halen natuurlijk. Laten we gewoon deze kant op gaan. Eens even kijken, zo, deze kant op. En dan moeten we hier weer oversteken. Alleen het bootje staat nu aan de overkant. Dus ik denk dat ik maar gewoon ga springen hier, Alex. Eens even kijken. Hier zo'n beetje een aanloop in. 3, 2, 1. Oké, kom op. Oh, ik kan niet zo goed zwemmen. Ik ben er bijna iets omhoog. Ja, oké, ik ben er. En dan moesten we weer deze kant volgens mij op. Alex, kom je trouwens? Ik ben zo blij dat we echt de stad kunnen helpen. Laat ik hier even een padje vrijmaken. En dan kunnen we hier weer naar boven. En dan zijn we er weer. Dan moeten we hier gewoon weer precies hetzelfde doen. Alex, waarom ben je zo stil opeens? Alex? Hallo? Alex? Heeft hij me nou hier alleen laten lopen? Oh, nee. Nou, ik ga wel gewoon zand verzamelen. Ik geen idee waar die is. Misschien dat hij er zo meteen aankomt dat hij even zijn veten moet strikken of zo. Ik heb niks gehoord. Maar we moeten veel meer zand brengen. Echt veel meer. Want dan, ja, dan kan Luc natuurlijk dat gat gaan vullen met die dirtgooier. 3000, 4000 of 5000. Ik weet het niet meer. Oké, laten we gewoon heel wat dirt verzamelen. En dan zie ik dus zo meteen weer. Oké, eens even kijken. Ik heb echt mega veel zand verzameld. Alleen zonder Alex. Die kwam opeens niet meer opdagen. Ik weet niet waar die heen is. Misschien dat Luc het weet. Maar kijk hoeveel zand ik heb. Letterlijk 5 stek zand. En ik heb nog wat rozen meegenomen voor de buurvrouw. Want die zag er een beetje verdrietig uit. Ze keek heel erg sipjes. Dus die gaan we ook maar even brengen. Oké, eens even kijken. Hallo bouwvakker. Hallo Luc. Hoi Dennis. Luc, ik heb een vraagje tussendoor. Weet jij waar Alex is? Alex, ik zag hem net weglopen met die meneer. Welke meneer? Die daar woont, op het doekje, daar. Oh, hij kan ook nooit even me helpen met werken. Hij laat me ook altijd weer alleen. Oké, Luc, ik heb heel wat zand verzameld. Eens echt? Even kijken. Zo, ik doe alles hierin. Echt mega veel. Oh, dat is niet wat ik moet geven. Kijk eens aan. Allemaal zand. En weet je wat, Luc? Hier heb je de schep. Oké, top. Is het zo genoeg of... Ja, ik als je kijkt, ik denk dat het dan wel goed is. Oké, eens even kijken hoor. Wow, die machine is echt mega snel, Luc. Ja, hè? Ja, dit gaat echt super snel. Oké, maar eens even naar de buurvrouw dan om die bloemen af te geven. Want ze zag er heel erg verdrietig uit. Eens even kijken. Wat is hier allemaal aan de hand? Wat doet die schildpad hier nou weer? Eens even... Alex! Ja? Wat doe jij hier? Ik ging net naar huis. Wat doe jij hier? Ik wou even dank de buurvrouw. Omdat ze zo sip was, heb ik bloemen meegenomen. En waar was je trouwens net met het graven? Ik was dus bezig met een nieuwe verrassing voor bij ons thuis. Schildje! 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 Schildje? Wat is een schildje? Dit is schildje. De boot? Nee, in de boot. Nee. Dat is een schildpad. Heb je die bij de buurvrouw gekocht? Nee, die heb ik niet bij de buurvrouw gekocht. Maar ik wou die aan de buurvrouw laten zien. Ik heb schildje gevonden. En super lief van jou. Ja, een schildje die zat vast. En in een gevangenis. En had geen vriendjes. Dus ik heb hem meegenomen naar huis. Dus hij gaat nu bij ons wonen. Oh, dat is echt mega lief. Dan kunnen we hem nu naar het water laten, toch? Nee, die gaat bij ons wonen. Hij heeft geen vriendjes. Waar moet hij blijven dan? In ons huis? Ja! Je zegt iets verkeerd. In mijn huis bedoel je? In ons huis? Een deel is blauw. Alex, dit is Dennis, mijn huis. Je woont hier tijdelijk, omdat je huis kapot is. Ja, maar Dennis, we kunnen hem hier niet achterlaten. Ja, maar dit overleg je toch? Dat doe ik nu met je. Alex, bij ons wonen. Hier komt niks van in. Schildpadden die kunnen echt niet in een huis. Maar mee, schildje. Luister maar niet naar die eend. Nee, Alex! We moeten een bredere deur hebben, schildje. Hoe gaan we dit doen? Ja, dit gaat niet passen, denk ik. Ik heb een hartig woordje met je te praten straks, oké? Klein momentje, Dennis. We moeten even de deur breder maken. Ja, doe dat maar. Buurvrouw, wat is dit nou weer? Een schildpad in mijn huis? Ik weet het ook niet, Dennis. Ik weet ook niet zo goed wat er aan de hand is. Heb je hem niet verteld dat schildpadden niet in een huis kunnen wonen? Dat is niks voor schildpadden, oké? Hij liet het me net pas zien, dus ik wist het ook niet helemaal. Buurvrouw, is er wat aan de hand? Ik ben een beetje verdrietig. Ik heb wat voor je meegenomen. Wat dan? Een bos rozen. Voor mij?
Ja, voor jou alsjeblieft. Ik zag al dat je verdrietig was. En ik dacht, ik kom toch even langs en ik neem wat mee voor je. Oh, dankjewel. Die vind ik echt super mooi. Dankjewel. Maar wat is er aan de hand? Nou, ik kwam net beneden. Toen waren mijn kippies ontsnapt. Al je kippen zijn weg die je had gekocht. Ik had ze net nieuw en ik was er echt super blij mee. En toen waren ze niet kwijt. Dat komt goed, oké. Okay? Ik wil je iets beloven, maar ik heb vandaag gewerkt. Ik heb proberen de stad te repareren. En het gat bij het politiebureau is zo goed als helemaal gevuld. Oh, echt? Oh, wat dankjewel, Dennis, dat je wilt helpen met de stad weer opnieuw bouwen. Maar morgen, want ik ben echt kapot nu. Ik heb echt geen kracht meer in mijn armen en mijn benen. Ik wil gewoon slapen. Maar morgen kom ik jou dan helpen om de diertjes te vinden, oké? Okay? We gaan nieuwe kippen zoeken, Lotte. Dat vind ik super lief van je, dankjewel. Doe maar lekker aan de rozen in de pot water. In een mooie vaas of iets. En het komt goed, oké? Okay? Maak je geen zorgen. Ja, is goed. Oké, nu weer blauw. Ik vind het zo zielig soms. Maar ik ga nu niet met Alex praten, denk ik. Ik ga gewoon meteen mijn bedje in. Welkom thuis. Oh, nee. Kijk, daar is die. Wat is dit nou? Nee. Ik wil hem trouwens even op jou net laten rusten. Ga van mijn bed af, schildje. Hoezo moet hij van je bed af? Hij moet toch rusten? Aan de kant. Ik heb de hele dag gewerkt, oké, aan de stad repareren. Terwijl jij een schildpad hebt gevonden. Kom maar met mij mee. Dennis, vind je niet leuk. Kevin, dankjewel voor het helpen zoeken. Ik ga naar bed. Ik weet dat je eventjes weg kan gaan. Ja, is goed. Gaan jullie maar lekker ruzieën. Oké, doei. Oh, moet je nou kijken? Alex zit in de... Wat is dit nou weer? Oh nee. Letterlijk, ik kan het jullie allemaal wel uitleggen. Ten eerste, dit is Schildje. Alex, zijn nieuwe huisdier. En meneer Eentje, jij zit hier wel lekker in het water. Dat gun ik je wel. Maar oké, luister iedereen. Alex, zijn huis is sinds het Halloweenfeestje en sinds die geest is zijn hele huis kapot. Hij heeft namelijk bijna geen dak meer op zijn huis. En daarom was ik zo lief en aardig om te zeggen van Alex, maatje, je kan wel een paar dagjes bij mij wonen. Alleen, Alex heeft dat wonen bij mij wel iets te serieus genomen. Ik zei namelijk van, pak alles al je spulletjes, neem ze mee naar mijn huis en dan komt het helemaal goed. Maar letterlijk, nog geen dag of twee en Alex heeft een nieuw huisdier en dat niet alleen. Mijn hele huis is half blauw. Hij besluit gewoon om die muren te gaan verven. Oh, en wie neemt er nou een schildpad in zijn huis? En dan denk je waarschijnlijk... Ja, maar Dennis, jij hebt een slak in je huis. Dat weet ik, dat is meneer Slakkie. Maar meneer Slakkie zit hier op de zolder. Hij heeft het hier naar zijn zin. Hij is het gewend om binnen te leven. En een slak kan op zich wel binnen wonen en leven. Meneer Slakkie, ik heb wat eten voor je trouwens. Niet bang zijn, sorry dat ik zo schreeuw. Ik ben gewoon een beetje overprikkeld van wat allemaal gebeurt in het huisje, meneer Slakkie. Hier heb je wat eten. Geniet ervan. Maar ik denk dat ik wel een ideetje heb om dit probleem met deze schildpad en deze halve badkuip die hier staat in Alex zijn huis, wou ik zeggen. Ik zeg ook echt Alex zijn huis. Dit is mijn huis, oké? Okay? Alex gaat binnenkort, als zijn huis gemaakt is, gaat Alex weer mooi naar zijn eigen huisje. En tot die tijd... Oh, wat is dit ook? Dit moet er sowieso vanaf, dat schilderij. Dat is ten eerste mijn schilderij. En zo, daar maken we Pinocchio van. En dit... Oh, nee. Hij heeft allemaal watermuis. Ik ga mijn onderbuurman om hulp vragen, want ik weet niet wat ik moet doen. Heb ik nog wat eten voor jullie, meneer Kippie en meneer Eentje? Ik heb nog wel wat zaadjes. Dus even kijken. De laatste twee. Ik moet bij de dierenwinkel bij Lotte ook even wat nieuw halen. Hier, meneer Eentje. En hier, meneer Kippie. En ja, ik weet eigenlijk niet wat een schildpad eet. Misschien dat Lotte dat weet. Ik kan je nu geen eten geven, schildje. Oh, je zit ook overal op. Eerst op mijn bed, nu op mijn tafel. Ik weet niet wat ik erbij halen moet. Ik weet het echt niet. Maar wat ik wel weet is dat deze blauwe kleedjes er sowieso uitgaan. Ik wil gewoon weer mijn gele huisje terug, oké? Okay? Dit is mijn huis, mijn regels. En Alex moet zich daar gewoon aan houden, oké? Okay? Hij is hier tijdelijk te gast. Hij woont hier niet. Laten we maar gewoon naar de onderbuurman gaan. En nu weten we ook meteen waarom er dus een nametag met Schildje in mijn brievenbus zat. Eens even kijken wat mijn onderbuurman hiervan vindt. Dat hij, ja, hij zal waarschijnlijk ook wel overlast hebben. Het is hier echt net een dierentuin. Je hoort het zelfs op de gang nog. Ik hoop dat hij thuis is. Oh nee, allemaal lekkage ook door het dak heen. Hallo, buurman! We wachten heel even hoor. Wat is er aan de hand? Kijk,
mijn nieuwe schoentjes. Hoe kom je aan die schoentjes, Luc? Die heb ik gekocht. Schoentjes niet mooi. Luc, het spijt me. Wat is er? Ja, kom maar mee. Kijk naar boven. Dennis, waarom lekt het hier? Ja, ik kan wel van alles gaan vertellen, maar ik denk dat ik je eerst maar... Ja, ik denk dat ik het je eerst maar eens laat zien. Kom maar mee. Oh, je kent je Alex toch? Ja. Ten eerste, ik heb het niet gedaan. Het is Alex, oké? Okay? Je kent hem. Ik heb net al wat dingen weggehaald, maar... Kijk maar zelf, met je eigen ogen. Wat is dit, Dennis? Hij besluit om de zee of zo naar mijn huis te brengen. Weet ik het? En een schildpad? Dit is helemaal niet goed voor het huis, Dennis. Dit is niet goed voor het huis. Ik bedoel, de vloer gaat eraan kapot. Ik bedoel, het water lekt letterlijk op een houten vloer. Hout gaat verschimmelen, omdat het zo vochtig is. Dan is de kans letterlijk dat mijn verdieping gewoon naar beneden stort. En dat niet alleen. Ik heb een schildpad in mijn huis. Die hoort hij ook niet. Dennis, ik ben ook allergisch voor schildpadden. Dit kan helemaal niet. Oh, Luc, dan moet je even een stapje achteruit doen, denk ik. Ja, kom maar naar buiten. Slim. Laten we maar naar jouw huis gaan, dan praten we daar wel verder. Oh, dit is echt foute boel. Ik heb al Alex zo vaak gezegd, die schildpad kan het huis echt niet in. En ik weet dat ik zelf twee huisdieren heb, maar dat slokje, dat doet niemand wat kwaad. Hij zit veilig op de zolder. Ik heb hem zelfs op de zolder gedaan, zodat ik Alex ook nog in het huisje kan laten. En zodat meneer Slakkie genoeg ruimte heeft en daar de troep kan maken die hij wil maken. En ik bedoel, ik kom elke dag kijken, maar Alex neemt een hele schildpad mee, hoor. En de zee, natuurlijk. Dat kan echt niet, Dennis. Slakkie doet helemaal niks. Nee, dat is dus het probleem. Ik wil dus, ja, ik weet dat jij een beetje handig bent op dat gebied. En ik heb een idee. Vertel. Ik heb, denk ik, een heel briljant idee. Nou, ten eerste, we hebben twee opties, oké? Okay? Of we laten hem vrij, dat is optie 1. Maar dat vindt Alex niet zo leuk. En ik vind dat ook wel een beetje zielig. Ik bedoel, hij heeft het nu al zo zwaar met zijn huis. Dat doe ik hem niet aan. Dus dan hebben we optie 2. En dat is eigenlijk de optie die als enige overblijft. En dat is simpelweg gewoon een aquarium. Een aquarium, Dennis? Waar wil jij een aquarium hebben? Weet je nog de keer dat we het huis kochten? Ja. Toen had ik nog heel even met haar gepraat. En toen zei ze dat er altijd ruimte was voor uitbreidmogelijkheden. Dus dat we het huis konden uitbreiden. Okay. Alleen, nu is het zo dat het niet aan jouw kant kan, alleen bij mij. En ze zei niet zozeer dat het huis groter mocht worden, dus waar ik woon. Maar ze heeft niks gezegd over een aquarium. En ik heb een perfecte plek gevonden, kom mee. Oh, Dennis. Ook voor Alex, want hoe mooi zou het zijn als je deze trap zo oploopt vanaf hier zo naar boven. En dan zie je hier zo in de muur een aquarium. Van hier zo, even kijken, van hier tot en met hier ongeveer. En dan in de diepte. Okay. Is dat iemand? Ja, maar er zit wel een schildpad in, hè, Dennis? Ja, dus hij moet wel diep en een beetje hoog. Oké. Dus dan doen we de muur. Dan moeten we een stuk van de muur slopen. Dan moeten we daarna een nieuwe muur zorgen dat die wat uitgebreid staat daarachter. En dan moeten we zorgen dat er glas is voor het raam. Dat Alex hier gewoon langs loopt en dan gewoon naar schildje kan kijken. Oké. Ja, dat kunnen we denk ik wel regelen. Ten eerste is dat zoveel beter, want dan heeft hij een mooi aquarium. Met allemaal plantjes, wat ik kan regelen. Want ik ken iemand bij de dierenwinkel. We kunnen extra visjes regelen. Zeg maar wat ik moet doen en ik regel het, oké? Heb je spullen nodig? Want ik kan niet in mijn eentje een aquarium bouwen, Luc. Ja, maar ik denk dat het ook niet met ons tweetjes gaat lukken. Misschien kunnen we iemand erbij roepen of zo? Moet ik spullen verzamelen? Ja, dat zou heel fijn zijn. Oké, zeg maar wat ik nodig heb. Dan zorg ik dat iemand mij komt helpen. En dan komt het helemaal goed. Oké, begin maar met wat blauwe bloemetjes en wat gele bloemetjes verzamelen. Weet je wat? Eerst geel en blauwe bloemen. Is goed. Ja. Doe ik. Hoeveel ongeveer? Maakt niet uit, gewoon een paar. Dan hak ik vast dit uit, oké? Ja, doe ik, Luc. Oké, moet ik het dan beneden neerzetten? Want dan kunnen we het beste... Wacht, ik heb een idee. Meneer Slakkie. Het spijt me, maar ik weet dat dit je favoriete huisje is, maar ik heb even één kist nodig. Die moet ik beneden even neerzetten. We gaan even wat verbouwen. Gadver, dat slijm, dat plak... Oh, ik heb nog een kist. Laat maar, meneer Slakkie. Eens even kijken, maar dit is wel echt een verhuisdoos. Oké, ik neem die kist mee. Eens even kijken. Zo, laat maar gaan. Even kijken, meneer Eentje. Ik heb een kist. Ik zet hem beneden aan de trap, dan doe ik alles daarin, oké? Oké. En dan spreken we daar af. Dan roep ik je als ik het heb en dan kan je mijn nieuwe taakjes geven. Eens even kijken. Dan zet ik hem hier zo neer. Ik hoop dat niemand daar overheen struikelt. Oké, blauwe bloemen, gele bloemen. Hallootjes, buurvrouw! Hallo, Dennis! Hallo, buurvrouw. Hoe is het met jou? Je ziet er al wat blijer uit vandaag.
Ja, ik voel me ook al een stuk beter, Dennis. Oh, buurvrouw, dit ziet er zo leuk uit dat je mijn rozen daar hebt neergezet. Ik heb er geplant, Dennis, in de grond. Maar ik had je wat beloofd vandaag, weet je nog wat? Ja, inderdaad. Wat gingen wij doen? Wij gaan nieuwe kippies zoeken voor mij. Ja, dat is zeker waar. Alleen, Lotte, ik wou je nog om een gunst vragen. Oké, wat dan? Het klinkt een beetje raar omdat ik je kom helpen. En dat is niet zozeer dat ik meteen dingen van je nodig heb. Ik bedoel, ik wil je gewoon sowieso helpen, oké? Dus zo moet je niet zien. Maar ten eerste heb je toevallig nog wat zaadjes te kopen voor mij. En ten tweede, kan je me helpen met wat spulletjes verzamelen? Ja, tuurlijk kan ik je helpen. Ik zal even kijken of ik trouwens ook nog wat zaadjes achter heb. Natuurlijk. Hoeveel heb je er nodig? Doe maar 10. Dan kan ik weer een paar dagjes mee vooruit. Alsjeblieft. Dank je, buurvrouw. Ik heb alleen geen geld bij me, denk ik. Maakt niet uit, Dennis. Ik pluk ze altijd wanneer ik wakker word 's ochtends. Dus je mag ze gewoon hebben. Ja, ik maak het wel goed met je, oké? Maar, oké, laten we gaan. Laten we gaan. Onderweg kunnen we ook kippetjes gaan zoeken. Ja, inderdaad. Eens even kijken. Oké, ik moet dus blauwe en gele bloemen gaan zoeken. En ik weet dat hier verderop zijn er allemaal mooie bloemen. Dus laten we een bootje pakken met z'n twee. Oké, ik stap in. En laten we die kant op gaan. Ik kan het je een beetje uitleggen onderweg, oké? Hoe het dus zichtbaar zit, is dat mijn beste vriend heeft natuurlijk een schildpad mee naar huis genomen. Oftewel Alex. Ja, alleen, die schildpad woont letterlijk nu midden in mijn woonkamer. Dat is niet helemaal de bedoeling, toch? Oké, we zijn er trouwens. Nou, dat is inderdaad wel een beetje gek, Dennis. Alleen, ik wil hem niet vrijlaten, want dat vind ik zielig. En dat kon Alex zeker er nu niet bij gebruiken, nu zijn huisje kapot is. Dus ik dacht, ik ga een aquarium maken. Of nou ja, de buurman samen met mij. Alleen, ik ga de spullen verzamelen. Ik denk dat het oprecht echt een supergoed idee is, Dennis. Dan kan hij tenminste ook gewoon zwemmen en zo. Ja, dus ik ga een muur van mijn eigen huis slopen om daar een aquarium te laten bouwen. Dat is toch wel een beetje bizar. Ja, dat is echt heel gek. Oh, ik zie hier een blauw bloemetje, Dennis. Oh, waar? Hier, je loopt er gewoon doorheen. Oh, ik was helemaal niet meer bij mijn hoofd. Ik zat al helemaal in de gedachten met dat aquarium. Oké, 4 bloemetjes. Je moet wel een groot aquarium maken, Dennis. Ja, dat komt goed. Ik bedoel, mijn buurman die weet alles van Lotte. Maak je geen zorgen. Oh, daar zijn er nog meer. Pluk jij die? Ja, zo. Eens ja, even kijken. Dan ga ik hier even op zoek naar gele bloemetjes. Wow, er zit hier een honing. Wat is dit? Een bijenkorf. Lotte? Hallo? Hallo? Oh, ik hoor je heel ver weg. Lotte, daar ben je helemaal. Ja, ik ben hier zo. Ik kom eraan, Dennis. Oké, laten we wel bij elkaar blijven, denk ik. Dat is wel beter, anders verdwalen we nog. Ja, is goed. Oké, pas op, anders val je in het water. Eens even kijken wat we hier hebben. Ik heb dus alleen nog... Oh, een bijtje, hallo! Hoi, bijtje. Oh, die is zo lief. Maar... Ja, ik hou ook echt superveel van bijen. Wow, Lotte, kijk wat hier is. Ja, huisjes. Ja, hier was ik toen geweest, want hier was ik ook weer aan het zoeken. Ik was hier toen ook een keer. Het is hier zo verlaten. Oh ja. Lotte, moet je daar eens buiten kijken? Daar zo? Ik zie daar een roosbloemetje. Neem die ook maar mee. Oh, is goed. Oh, dit is mijn oude huisje nog. Ik weet dat hier nog gele bloemetjes daar ligt. Dat heb ik nodig. Eens even kijken wat we toch meer kunnen vinden. Wat we kunnen gebruiken. Ligt hier nog wat voor mijn zeldzame spullen. Dan kunnen we dat natuurlijk meenemen van het oude huisje. Zodat we wat dingetjes kunnen ruilen. Misschien dat er boven nog wat ligt. Eens even kijken. Want dit is helemaal verlaten, maar al die spullen liggen er nog wel. Oké, ik heb hier ook een blauw bloemetje. Nog meer gele bloemetjes. Oké, dan hebben we genoeg. Dat is perfect. En hier nog meer gele bloemetjes. 17 gele bloemetjes. Een name tag. Ik weet niet wat dat doet. Daarmee kunnen we natuurlijk een naam geven. Oké, en wat glas. Het wordt aquarium. Alleen, ik dacht dat Luc al glas had. Dus dat is niet nodig. Eens even kijken. Een bucket. Een bucket is zeker wel handig. Dan kunnen we daar water in doen. En misschien heb ik beneden nog wat. Oh, ik hoor Lottaal. Ja, Lotte! Lang. Ja, kom maar binnen hoor. Ik ben hier een beetje de boel aan het verkennen. Oh ja, dat snap ik. Ik weet ook niet waarom dit hier überhaupt nog staat. Het ziet er zo verlaat uit. Ik weet het niet, maar laten we die gele bloemetjes, laten we die maar zitten. Oké, we moeten kijken, Lotte, of we hier in de buurt een kippetje kunnen vinden voor jou. Oh ja, ik moet wel wat kip hebben natuurlijk. Alleen, ik zie er hier geen één. Mag ik niet gewoon een bij meenemen? Die vind ik ook heel leuk. Wil je een bij in huis, Lotte? Ja, ik wil denk ik wel een bijtje mee eigenlijk. In plaats van een kip.
Ja, ik denk het wel. Oké, nou laten we die dan maar meenemen. Weet je het zeker? Ik wil echt wel kippen met je gaan halen, hoor. Nou, ik vind het bijtje ook wel erg leuk. Oké, nou, Lotte, weet je wat we dan doen? Dan nemen we heel wat bloemetjes voor je mee. Zo. Kom maar mee. Oh, ik ben hem echt super lief, Dennis. Oké, kijk, dan geef ik hem even wat eten. Een roze tulp, dat lust hij vast wel. Alsjeblieft. Ja. Oh, nee. Oh, nee. Oké, Lotte, neem hem maar mee. Laten we deze kant op gaan. Ja, is goed. Oh, pas op voor het water. Volgens mij is het lievelingseten bloemetjes, Dennis. En vooral tulpen. Ja, Lotte, bijen die zijn wel echt heel erg fan van bloemen. Ja, ik merk het. Er staan hier nog allemaal pompoenen. Waar? Ik ga er eentje plukken. Zo, die neem ik mee en deze neem ik ook mee. Oh, weet je wat? Ik neem ze gewoon allemaal mee. Waarom niet? Ik bedoel, pompoenen zijn toch lekker? Ze zijn vers. Volgens mij van niemand, dus ik neem ze lekker mee. Oh, dan heb ik tenminste wat te eten. Voor lekker thuis, Lotte. Oké, deze kant op. Hier staat een bootje. Er staan hier meerdere bootjes. Oké, ik zit. Ik zit bijna. 1, 2, ik zit. Oké, en neem de bij mee. Ik vaar wel heel rustig, oké? Ja, is goed. Gaat alles goed met het bijtje? Volgt hij ons? Zij volgt ons helemaal. Kijk, daar heb je. Gaat het nog goed door, Dennis? Oké, perfect. Deze kant op. Oké, Lotte, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Kijk, laten we eerst die bij van jou maar naar binnen doen. Oh, hij vliegt alle kanten op. Ja, ik kom maar mee, bijtje. Oké, deze kant op. Wil je dan nog dat gras doen of waar wil je hem laten, Lotte? Nou, wat denk jij wat handig is? Het is wel, ik denk ook het glas. Ja, dat denk ik. Alleen, je moet hem wel goed verzorgen. Ja, klopt. Ja, ik kan hem ook wel aan een hekje doen. Maar dan vliegt hij denk ik elke kant op. Ja, dat is wel waar. Lotte? Ja? Zal ik al eens een touwtje vasthouden dat jij het glas aan de kant kan doen? Oh ja, is goed. Alsjeblieft. Oké, kijk eens aan. Dan hou ik jou even vast. Oh, hij zit al helemaal bij de bloemetjes die ik jou heb gegeven. Ja, dat is waar. Ik hoop trouwens dat hij wel naar binnen gaat. Ja, dan moet je al het glas aan de kant doen, ben ik bang, Lotte. Oh nee, dan moet ik nieuw glas kopen. Oh, heb je geen glas bij je? Oh, ik heb nog glas. Ik heb nog glas, natuurlijk. Perfect. Oh, kijk, er zitten helemaal de bloemetjes. Die vind je leuk, hè? Die rode bloemetjes. Oh, die vindt hij lekker. Denk ik. Oké, moet ik hem hier vastzetten? Ja, doe maar in dat paaltje. Oké, ik denk dat je echt al het glas moet weghalen, denk ik, maar... Ja, en misschien even de bloem weghalen, zo. Oh, kom maar mee aan deze kant. Deze kant op. Hallo, bijtje. Ja, nog een klein beetje. Oh, Lotte, pas op, kom op. Je bent er bijna in. Nog een klein stukje. Ja, Lotte, nu. Het is gelukt. Oh, perfect, dan zet ik de bloemen weer terug. Alleen, je moet wel goed voor hem zorgen, oké? Ja, dat komt goed. Oh, dit is zo schattig. Alleen, ja, hij heeft wel wat meer ruimte nodig uiteindelijk, Lotte. Dus niet te lang achter het glas laten, oké? Okay? Ik zal hem goed verzorgen, Dennis. Oké, ik ga even vragen of ik nog meer moet halen, oké? Okay? Momentje. Ja, is goed. Je mag me ook mee, trouwens. Oh, oké, okay, is goed. Luc! Dennis! Luc, hallo! Hey! Hoi, Luc. Ik heb hier de bloemen voor je. Ik heb heel veel bloemen geplukt. Kijk eens aan. Zo, deze allemaal. En wat blauwe en wat lichtblauwe. Wat heb je nog meer nodig? Ik heb trouwens ook een emmertje. Oh, een emmertje. Ik heb nog wat extra emmertjes voor. Ik moet heel veel water hebben. Dennis. Oké, heel veel water. Oké, heb je wat emmertjes dan voor mij? Ja, ik stop hier in de kist 7 extra emmertjes voor jou. Oké, en wat heb je nog meer nodig? Ik heb ook nog een schaartje voor je. Daarmee kun je misschien wat zeegras plukken. Oh, ik heb al een schaar. Dat komt helemaal goed. En nog meer? Misschien een paar blokjes zand of zo. Heb je een schep? Zal ik eens even kijken? Als het goed is, die schep gegeven nog de vorige keer. Ja, klopt. Ik ga wel eerst alle spullen verzamelen die ik nu moet verzamelen, oké? Is goed. Ik kom de schep zo meteen wel ophalen. Of we graven wel wat zand met de handen, komt dan goed. Doei doei! Oké, Lotte, we moeten dus eerst al water hebben. Nou is het goed dat hier een baai zit, dus dan kunnen we gewoon al het water pakken. Dennis, ik heb misschien een supergoed idee. Wat is het idee, Lotte? Nou, ik heb toch allemaal vis in het aquarium? Ja. Misschien kan je die erbij in doen. Wil je die aan mij geven? Ik heb echt superveel, Dennis. Je mag er best wel een paar hebben. Mag ik ze allemaal meenemen? Ja. Je mag ze allemaal als je het wil. Hoeveel zijn dat? Oh, dat zijn er wel heel veel, Lotte. Ja, kies er maar uit welke je mooi vindt. Oké. Oh, sorry. Oh, maakt niet uit. Kijken. Moet ik dan met het water ze pakken? Oké, eens even kijken. Ik neem ze wel mee dan. Oh, die gele en die oranje. Oh, dat was het water. Eens even kijken. Zo, die mee. En ik wil deze mee. Gele. En hoeveel mag ik er? Ja, doe maar. Hoeveel wil je er? Ja, ik pak er nog eentje, denk ik. Die rode. Is goed. Daar. Zo. Dit is denk ik wel genoeg, Lotte. Is helemaal goed, Dennis. Lotte! Huh, wat is dit nou weer? Hoe kan dit nou weer? Heb ik het laten overstromen? Oh, nee. Oké, ik moet het even regelen. Komt goed. Oké, ik ga dan even zeegras. Oh, nee, ik heb allemaal...
Is dit ook? Allemaal bladeren bij me. Sorry, Lotte. Eens even kijken of ik hier wat zeegras kan vinden. Oh, bommetje. Oké, we moeten niet vergeten dat we adem moeten halen. Zo, wat meer zeegras. Hier nog een beetje. Hij zei niet hoeveel. Ik denk dat dit wel genoeg is. We moeten niet al te veel. 11 is denk ik wel genoeg. En wat zand had hij het over, toch? Ik zie daar wat zand. Oké, laten we ook maar wat zand meenemen dan. Is dat geen zand? Wat is dit? Oh, dit is klei. Nee, ik heb geen klei nodig. Ik heb zand nodig. Oké, we moeten daarheen. Oh, dat is te diep. Daar kan ik niet in, want ik kan niet zo goed zwemmen. Ik moet denk ik Lotte vragen. Oh, maar de buurvrouw is ook... Oh, Lotte! Oh, wat is er? Kan je me helpen? Waarmee? Ik heb wat zand nodig, maar ik kan dus niet zo goed zwemmen. Kan jij wat zand verzamelen voor mij hier? Ik heb maar een paar blokjes nodig. Hoeveel heb je er nodig? Oh, een paar? Ik zal... Oh, ik kom goed. Ik ga ze voor je halen, oké? Ja, volgens mij heeft de buurman nog heel veel zand. Dus ik denk 3 of 4 is wel genoeg. Oké, is goed. Zo, ik heb er 5. Oh, ja, dat is perfect. Dat is perfect. Want de buurman had zelf ook nog heel veel zand. Alsjeblieft. Dank je. Dan heb ik alles wat ik nodig heb volgens mij. Ah, geen probleem natuurlijk. Oh, ik ben zo benieuwd. Zo, eens even kijken. Buurman! Dennis! Ik heb het zeegras voor je en ik heb wat visjes meegenomen. En natuurlijk het water. Oh, eens even kijken. Mooi. Alsjeblieft. En wat zand. Ik zal hem voor je afmaken. Ook wel wat zand, toch? Ja. Oké. Ja, ik laat je even met rust. Roep me maar als het klaar is, oké? Oké. Zo, het laatste blokje en de blauwe muur is weer mooi geel. En het huisje ziet er zo veel beter uit, hè, meneer Eentje, meneer Kippie. Geen schildje meer in het huis. Dennis. Hij leeft nog wel. Ja, Luc, ik kom eraan. Wow. Is dit met alle spullen die ik heb verzameld? Ja, goed gelukt, toch? Wow, en je hebt wat eigen lampen erin gedaan. Wow, dit is echt mega vet. En hier heb je schildje nu. Je ziet alleen zijn nametag niet, omdat hij dus achter het glas zit, denk ik. Maar hij vindt het hier wel leuk. Je ziet hem al meteen vrolijk zwemmen met alle visjes natuurlijk. Ja, ik denk dat Alex hier echt wel blij mee gaat zijn. Oh, dankjewel voor je hulp, buurman. Geen probleem. Ik ben hier zo blij mee. Moet je nou kijken, dat aquarium. Dat is toch prachtig? Oh, ik ga daar zo'n lange dag lekker mijn bedje in. Dankjewel, buurman. Doei. Wauw, dit is echt heel mooi. Oh, lekker mijn bedje in. Uitrusten. Slaap lekker, iedereen. Oh, het voelt zo veel beter zonder schildje. Goedemorgen, Alex. Hoezo zeg jij het voelt veel beter zonder... Is je nog iets opgevallen hier? Waar is de blauwe muur? Waar is het zwembadje? Waar is schildje? Ja. Zo, wat heb je met me gedaan? Oh, wat ik ermee heb gedaan. Ik heb mijn muur weer geel geverfd zoals mijn muur was. Ik bedoel, ik woon hier, dit is mijn huis. Ik heb wat tapijt weggehaald. Ik heb dat zwembad hier weggehaald, want het lekte helemaal naar beneden al dat water. Nee, die was mijn schildje. Ja, ik heb schildje daarover gesproken. Ik heb hem vrijgelaten. Nee. Oh, even een lekker broodje eten hoor, die je me toen had gegeven. Oh, je hebt hem niet vrijgelaten, dat kan je niet maken. Hoezo sla je me nou? Schildje vrijgelaten! Hij is er helemaal niet klaar voor! Alex, het water lekt allemaal door de grond naar de onderbuurman. Hij wordt al bijna boos. Nee, je maakt een grapje dat je hem hebt vrijgelaten. Meneer Kippie, meneer Eentje. Oh, waar kan die zijn? Is die hierboven? Oh, Schildje, hallo! Meneer Kippie, ik heb wat eten voor je. En meneer Eentje. Meneer Eentje en meneer Kippie natuurlijk, sorry. Waar kan die zijn? Dennis! Ja? Waar is Schildje? Dat weet ik niet. Hallo, meneer Slokkie. Kijk me aan. Kijk me nu recht in mijn ogen aan. Waar is Schildje? Mijn huisdier schildpad. Waar is Schildje? Je kan hem niet zomaar naar buiten hebben gelaten. Ik hou van Schildje. En dat ik me niet eens afscheid kunnen nemen. Alex, een schildpad hoort niet echt buiten en had heel weinig ruimte. Maar nu hier toch... Wil je meneer Slokkie wat eten geven anders? Nee! Hoezo niet? Omdat jij Schildje hebt vrijgelaten. Dat kan je echt niet maken. Wil je weten waar ik Schildje heb neergelegd? Ja! Oké, momentje hoor. Als jij meneer Slokkie wat eten geeft, dan laat ik je het zien. Nee, ik wil meneer Slokkie niet wat eten geven. Alex, het is jouw keuze. Is dit de enige manier hoe ik erachter kom waar Schildje is? Ja, enige manier. Geloof me, het is het waard hoor. Oké. Hoe kan je dit maken? Nee. Ik ben zo boos op jou. Ik ben zo boos op jou, Dennis. Oh, hier, Slokkie, eet maar op. Succes met je eten. Lekker. Doei. Oh, goed gedaan, Alex. Kom maar mee. Leuk, Dennis. Waar is Schildje? Ja, ik moet hem nu zien. Kleine verrassing voor je. Loop de deur maar uit. Wat bedoel je? Wow! Is dat Schildje? Dat is Schildje daar. Ik heb een aquarium laten bouwen voor je. Wat is dit, Dennis? Je bent geweldig. Kijk, er zit veel meer ruimte. Allemaal vriendjes door me heen. Zie je het inderdaad? Hoe kom je aan die film?
vissen? Die vissen heb ik van de onderbuurvrouw. Heb je mijn lompen gekocht? Ja, bij de winkel. Nou, niet gekocht. Ze heeft me geholpen en ze zei, die kan je gewoon meenemen. Dat is vast wel leuk voor je in je aquarium. Dit is zo gaaf, Dennis. Wow. Alex. Dankjewel. Dit vind ik oprecht leuk van je. Je dacht toch niet dat ik hem echt had vrijgelaten? Dat zou ik nooit doen. Ik vond het toch raar. Ik wou letterlijk verdrietig worden als ik hem nooit meer zou zien. Oei, schildje. Ja, snap je nou ook hoe ik me voelde toen je Slakkie vrijliet? Ik snap je wel een beetje, inderdaad. Maar niet een beetje, uit. Slakkie is helemaal bij mij boven. Je hebt er geen last van. Schildjes lekker hier. Ik heb daar geen last van. En het ziet er heel mooi uit. Ja, dat vind ik ook. Ben ik het helemaal mee eens, Dennis. Dankjewel. Alsjeblieft. Alleen, ik had raar gedroomd vannacht. Wat had je gedroomd dan? Nou, welke datum is het vandaag? Het is vandaag. Of nee, in welke maand zitten we? Wacht even. Dan moet ik even op de kalender kijken. Klein momentje. Ja, is helemaal goed. Hier, Kippie, jij bent mijn kalender. Welke maand is het? November! Als je naar buiten kijkt, zie je toch ook allemaal blaadjes van herfst natuurlijk. Dat is allemaal in november. Dat klopt inderdaad, maar dat was al een paar weekjes geleden ook zo, Dennis. Toen was het nog geen november, toen was het oktober. Dus oktober, ja, maar... november, de december! Ja, in december, of nou rond december, eigenlijk al voor december, hoort iemand te komen. En het ging over allemaal cadeautjes. Cadeautjes. De kerstman! Nee, daarvoor. Voor de kerstman. Is er iemand? Wie is daar? Hallo. Wow! Hallo! Kom eens even naar boven, andere Piet. Wacht even. Oké. Dennis, doe jou de deur dicht voor de pieten van Sinterklaas. Ja, doe me zo meteen weer op. Maar inderdaad, Sinterklaas, daar had ik over gehad. Hoe kan je nou de deur dicht doen voor ze? Nee, maar ze zeiden nu... Hallo! Hallo! Je vraagt je waarschijnlijk af waarom wij hier zijn. Ik zal me vast even voorstellen. Ik ben Eend Piet en dit is eigenlijk... Ja, ik heb geen idee. Ze praat niet, dus ik heb geen idee hoe ze heet. Noem maar gewoon Piet. Okay. Hallo Eend Piet en Piet. Oh, dus jij bent Eendjes Piet en dit is Piet. Ja, dit is Piet en ik ben Eendjes Piet. Aangenaam. Oké, okay, maar dan Alex de vraag, denk ik, voor Alex en mij. Waar is Sinterklaas dan? Ja, dat heb ik nog eigenlijk niet verteld. De boot is dus later. Want er zitten heel veel eendjes en daar kan de boot natuurlijk niet doorheen. Dus Sinterklaas komt later in het dorp. En dan moet er nog heel veel voorbereidingen gedaan worden. En ik raak helemaal de stress daardoor, oké? Dus maar, ik heb jullie hulp nodig. Ik ben er helemaal van. Wacht, wat je dus wil zeggen is eigenlijk dat we je moeten helpen met dingen doen zodat Sinterklaas komt. Ja, ik heb dringend jullie hulp nodig, want er moeten nog heel veel dingen gedaan worden. Dat kunnen wij, Dennis. Okay. Wij kunnen dat soort dingetjes. Wij zijn er goed in mensen helpen. Maar zijn we dan ook Piet voor een dag? Ja, voor een dag wel, ja. Yes! Leuk, ja! Oké, vertel maar. Wat moeten we doen? Zeg het maar. Ja, ik had voor Alex... Ik weet niet of je dat wil. Ik had een taakje voor je. Er moet nog een grote taart gebouwd worden. Dus, dat kan ik. Ja, oké. Dan kan jij aan de slag met de taart. Ga maar alvast naar de bakker. Moet ik met jou mee dan? Kom jij met mij mee, ja. Alex, ga jij dan even naar de bakken, dan... ik krijg helemaal de stress. Ik weet allemaal niet meer, oké? Oké, momentje hoor, ik kom er zo aan. Wacht maar beneden. Ja, hoezo? Dennis, ik ga gewoon de taart bakken voor Sinterklaas! Ik weet niet wat ik moet doen, maar ik vind het wel leuk om voor één dag Piet te zijn. Ook, zal ik de deur op slot doen en dat we er gewoon naartoe gaan? Ik ga naar de bakker, mevrouw, toe. Misschien dat zij me inderdaad kan helpen met deze taart. Ja, ik heb meneer Kippy en meneer Angel eten gegeven, oké? Perfect, en Slakkie heeft eten. Nou, meneer Schildje, die redt zichzelf al. Die heeft alle plantjes hier zo. Oké, ik ga heel even naar de onderbuurvrouw. Of nou, ik ga eerst hier naar beneden. Succes bij de bakker en met de taart, oké? Succes met de pieten, doei! Doei, ik ben er! Ik vertel je alvast even wat jij moet gaan doen. Of tenminste, jij. Het is een beetje een groot project, maar. Oké, maar lukt het in mijn eentje? Of heb je nog meer mensen nodig? Ik denk dat er nog wel wat meer mensen bij moeten. Ik denk 2 of zo. Ik denk dat wel goed is. Moment, ik weet mensen, oké? Oké. Hallo, onderbeerman, hallo. Dennis, hey. Kijk wie ik bij me heb. De pizza. Hallo, ik ben Eend Piet en dit is Piet. Aangenaam. Hoi, Piet. Voor Sinterklaas, Luc, ik heb je hulp nodig. Kom je mee? Ja, tuurlijk. Ik weet nog niet wat we gaan doen, maar we moeten de Piet helpen voor Sinterklaas. Oké, ik weet nog iemand, hoor. Hallo? Okay, ja. Hallo, onderbuurvrouw. Bent u daar? Lotte? Hallo? Hoi, Dennis. Oh, sorry. Ik was even druk bezig in mijn hoofd. Lotte, kijk. Hallo? Hallo? Hallo! Ik zal me even voorstellen, ik ben Eén Piet en dit is, volgens mij Piet. Ik weet niet hoe ze heet. Dennis, ik vind Sinterklaas zo leuk! Ik ook, ik hou van Sinterklaas. En Lotte,
hebben is een probleem. Nou? Normaal had Sinterklaas er al moeten zijn en Eentjes Piet had net uitgelegd dat er wat problemen zijn op de boot en dat we moesten helpen met wat dingen. Alex is een taart aan het bakken of zo. Dat is een beetje een heel raar vraagje dat Sinterklaas dat zozeer wil, een taart, maar oké. Dat maakt niet uit. Wij moeten ook iets doen. Ik weet nog niet wat, maar ik heb hulp nodig. Wat moeten we doen? Ik heb hulp nodig. En moest ze nou een liedje zingen? Een klein stukje van een liedje? Een liedje zingen. Ik zou best wel een liedje winnen. Ik voel. Gooi wat in mijn schoentje. Ja, die was goed. Die was perfect. Vertel maar wat we moeten doen. Nou, kijk. De boot zit dus vast. Want er zitten allemaal eentjes. Dus de cadeautjes en alle andere pieten komen later. En Sinterklaas komt ook later. Dus ik bedenk me net wat. Wat? De stoomboot van Sinterklaas. Daar komt hij toch altijd op de stoomboot? Ja, stoomboot, ja. We hebben helemaal geen ruimte waar die stoomboot aan moet meren. Is dat een probleem? Ja, er moeten nog veel voorbereidingen gedaan worden. Dus het laat me verstandig dat we dat eerst doen, ja. Oké. Laten we gaan. Luut, jij bent heel erg handig met bouwen, oké? Deze kant op. Oké. We moeten met z'n allen gaan. Wat is dit? Luut? Dennis? Wat is dit? Wist je dit nog niet? Dat hoorde ik dus de hele tijd. Ik hoorde hem gerammel getik. Hier stond de bank. Weten jullie niet, Pieter, maar hier stond de bank. Nee, wow. Oké, volgens mij is dit het Paardenshuis, of niet? Ik weet het niet zeker, maar... Ik weet het niet, maar... Oh, cadeautjes, Lotte! Zijn jullie met dit kleine bootje aangekomen? Ja, met dit kleine bootje. We zijn van de grote stoomboot afgegaan met dit kleine bootje. En hebben zo dit dorpje gevonden. En daar gaan we dus naartoe. Dus de bedoeling is dat we hier een grote steiger maken. Zodat hier de stoomboot aan vast kan meren. Een grote steiger. Want de stoomboot is wel heel groot. Ik kijk jou dan eventjes aan. Een grote steiger. Wat zouden we daar allemaal voor nodig hebben wat Lotte en ik moeten verzamelen? Zoals hout. Hout sowieso, toch? Heel veel hout. Hout. Ik denk sowieso hout en steen. Beetje steen. Beetje steen. Dat gelandeerd. Ja. Kijk, heb ik wat dingen. Ik heb een hakbel bij me, maar ik heb niks qua pickaxe. Ik heb nog wel een pickaxe, denk ik. Ja, heb je misschien ook een blauwe hakbel? Die is wat sterker. Een blauwe hakbel. Deze? Ja. Oké, dankjewel. En een pickaxe voor Lotte? Ja. Lotte hier, ik heb... Alleen niet zo'n goede pickaxe. Maakt niet uit, ik ben hartstikke sterk en ik ben bereid om alles te halen. Oké, maar Lotte, laten we wel samen op pad gaan, oké? Is het wat me handig lijkt? Eentjes Piet, als jij met ons meegaat en dan de stille Piet. Volgens mij Weet het niet. Het is gewoon Piet, denk ik. Stille Piet, denk ik inderdaad. Ze zegt helemaal niks. Stille Piet? Heet je Stille Piet? Het is een Stille Piet. Oké, dan weet ik dat ook. Nou, als jij bij hem blijft, dan kan jij zijn instructies volgen. Oké, Luc, als eerste zeg het maar hout. Wat voor hout? Wat voor mooi hout wil je hebben? Ik heb dat soort hout nodig. Oké, ook hout. Komt voor elkaar. Ik zie je zo. Eentjes Piet. Ja, ik kom met jullie mee. Laten we deze kant op gaan. Ik heb laatste keer heel veel zand verzameld. Er was hier een hele grote krater hier beneden. Hier een grote krater? Jouw stem komt me trouwens wel een beetje bekend voor. Mijn stem? Ja, nu je het zegt, Dennis. Ja, Van wat? Ik ken jullie niet, oké? Wat zijn jullie namen trouwens? Ik heet Dennis. Dennis, aangenaam. Ken je me niet? Alleen Sinterklaas kent iedereen. Ik ben heel erg blij dat de Pieten er zijn, Dennis. Oké, eens even kijken. Ik ben ook heel erg blij mee. Ik kan niet wachten op Sinterklaas. Blij als Sinterklaas komt. Oké, laten we deze kant op gaan anders. Even kijken, ik zie hier een heel erg groot bos. Daar hou ik niet zo van. Oh nee. Dit soort hout moeten we dus allemaal hebben hierachter. Eens even kijken. Nou, laat ik dit maar weg gaan hakken dan. Ik ga wel toekijken hoe jullie hakken. Ik vind het wel leuk om te zien. Vertel eens anders wat meer. Ik bedoel, hoeveel ervaring? Hoe is het met Sinterklaas? Wat moet je allemaal doen? Het is zwaar en druk werk. Ik denk niet dat... je moet een hele grote opleiding volgen. De opleiding duurt maar liefst 5 jaar. Is er een leuke opleiding? Wat zei je? De Pietenopleiding? De Pietenopleiding, ja. Dat, ja. Oké, Lotte, laten we wat verder gaan trouwens. Mogen wij dat ook doen? Ik wil ook een Piet worden. Ja, ik weet niet. Als ik zo naar jullie kijk, heb ik weinig vertrouwen. Ik kan heel goed springen hoor. Je hoeft niet alleen goed te kunnen springen om echt een Piet te kunnen worden. Piet te kunnen klimmen, springen, zijn supersterk, alles. Ja, maar kunnen we dan niet iets van een opleiding volgen of zo? Ben je dan aan het voorbereiden voor het pakjesavond en dat soort dingetjes? Wat denk je zelf? Ik ben een van de hoofdpieten. Echt niet? Echt? Ja, zeker. Ja, één van, hè. Zijn er meerdere. Weet je hoeveel Pieter op zo'n schip zitten? Wat maakt jou dan zo speciaal? Zie je dat niet? Kijk naar mijn hoofdje. Ik ben de één Piet. Kom op. Hoeveel één Pieten zijn er nou op een boot? Kijk wat ik ben. Ja, dit is ook een één. Ik
ben ja, ook een eendje. Een beetje een lelijk eendje wel. Sorry, maar niet voor Piet geschikt, moet ik het zo zeggen. Sorry. Dennis, niet pesten. Hallo, als jij... Weet je, ik ga dat tegen Sinterklaas vertellen. Nee, niet tegen de baas. Niet tegen de grote baas. Jij bent stout geweest dit jaar. Nee. Ja, Lotte, dat was een grapje. Dat was maar een grapje. Ja, dan ga je mee met de zak naar Sinterklaas, naar Spanje. Ja, maar Lotte... Maar woon ik al, dus het maakt niet uit. Hij gaat toch eigenlijk al mee naar met Sinterklaas? Maar ook al is het nou in de sok of niet, het is toch een Piet? Hij gaat toch überhaupt mee? Ja, dus het maakt mij helemaal niet uit dat je mij helemaal zo zit te bedrijven. Laten we gewoon lief zijn tegen elkaar, oké? Okay? Sinterklaas is leuk, alle Pieters zijn even lief. Jij bent ook een lieve Piet, oké? Okay? Dat weet ik. Oké, okay, ik denk dat ik genoeg hout heb voor nu. 26 hout moet genoeg zijn, laten we teruggaan. Ja. We willen ook geen ruzie, oké? Okay? Kunnen we gewoon vrienden zijn? Ik bedoel, Pieters zijn leuk, Sinterklaas Als jij maar niet de hoop hebt dat je een Piet gaat worden, want ik ben niet de hoofdpiet. Ja, niemand pakt het van me af. Maar ik wil ook nooit een hoofdpiet worden. Ik wil geen Piet worden. Nou, eigenlijk wel. Ja, het is wel goed. Leuk, maar... Ik hoop maar zo'n Piet zijn. Voor één dag ben je een Piet. Voor één dag. Oh, nu snap ik wel een beetje. Maar kijk wat ik ook bij me heb. Ik heb letterlijk een sok. Wat moet daarin? Pepernoten? Pepernoten. Ja. Loopt hier nog een slok. Hallo. Hoi, slakje. Oké, laten we deze kant op gaan dan maar. Lotte, had jij nog wat verse gebakken broodjes van vanochtend? Ik heb wat broodjes bij me. Zou ik er wat mogen van jou? Ja hoor, hier, kijk eens aan. Heb je geen pepernoten meegenomen? Lekker, ik heb wel pepernoten meegenomen, maar kijk. Eigenlijk hebben we pepernoten alleen maar op de dag dat Sinterklaas hier echt is, snap je? Ja, want dan zijn ze alle kinderen en zo. Groot gelijk, geef ik je eens even kijken. Zeker waar, hoor. Ik moet hier eigenlijk doorheen. Weet je wat ik even doe? Zo, ik maak hier even een pad, dan kunnen we er wat makkelijker bij. Luc, ik ben er weer. Kijk eens, Luc, wat ik heb verzameld. Ik heb even wat extra hout. We gaan nu wel wat steen verzamelen, oké? Okay? Oh, we zijn al goed aan de slag, ik zie het al. We zijn hier al goed bezig. Heb je een handbel? Ja. Even kijken, zo. Kijk eens aan. Heb je ook een pickaxe voor mij, trouwens? Ja, maar die is ook niet zo goed. Maar dat maakt niet uit, denk ik, hè? Nee, maakt niet uit. Zo, top. Dank je. Oké, we gaan weer verder, ja? Nee, we hebben nu nog wat steen nodig. Waar kunnen we steen vinden, beste Dennis? Ja, dat is een goede vraag, Lotte. Kan dan niet het beste daar? Misschien in die berg of zoiets? Hallo, Pieter. Eentjespiet. Hoi, Alex. Het is me gelukt. Hoi, Lotte. Hoi, Dennis. Geef maar aan mij. Alex, ga hier blij mee zijn. Dat zou er zeker blij mee zijn. Niet zelf opeten. Nee, waar gaan Dennis en Lotte heen? Wij moeten steen verzamelen. Oh, succes! Doei! Oké, Lotte, laten we deze kant op gaan. Eens even kijken. Goed, we hebben dus wat steen nodig. Hoe komen we het best aan steen, denk ik? Nou, ik dacht dus misschien in een berg of zo. Kijk eens aan, Lotte! En we hebben steen gevonden! Want ik snapte wel een beetje waarom die boos werd eigenlijk. Ik bedoel, hij dacht natuurlijk dat we zijn hoofdpietrol innamen. Dat is niet zo leuk. Nee, ik ben niet van plan om hoofdpiet te worden, maar... Ik wil wel eigenlijk een Piet zijn. Ja, Piet, maar ik ben nu een Piet voor een dag. Want dat mocht omdat ik natuurlijk moet helpen. Ja, daarom. Maar eigenlijk hadden wij gewoon een Pieter-diploma moeten hebben. Maar dat hebben we helemaal niet, Dennis. Nee, ik denk ook niet dat je dat zomaar kan krijgen, Lotte. Nou, vroeger, Dennis, heel vroeger. Ik ging toen naar school gewoon nog. En toen ging ik me ook een Pieter-diploma halen. Ja, ik heb ook een keer mijn Pieter-diploma gehaald. Dat is nu denk ik ook de reden dat ik Piet mag zijn voor een dag. Ja, dat denk ik dus ook. Ik bedoel, anders zou hij toch nooit langskomen zomaar bij ons huis. Dan had hij toch wel eerder naar jou gekund. Hij kwam als eerste bij mij. Ja, daarom. Dus dan moet je wel een Pieter-diploma hebben. Oké, Lotte, we moeten deze kant op. We hebben genoeg steen verzameld, denk ik, voor de steiger die dan gebouwd kan worden. En als je je afvraagt waarom ik zelf niet bouw, ik ben niet zo handig in dat soort dingen. Ik ben meer van het verzamelen. En mijn buurman Luc, die is echt heel erg handig in het bouwen, hoor. Oh, dat is echt super fijn. Ja, ik kan ook echt voor een meter bouwen. Wat zijn de Pieten aan het doen? Hallo, Pieten! Hallo, Pieten! Hallo? Wat doen jullie hier? Zijn jullie al klaar? Ja, we zijn klaar. We hebben steen verzameld. Hallo, Luc! Ze gaat iets vertellen over het boek, oké? Hoi, Dennis! Kijk, ik heb wat steen... Oh, het boek. Ja, ik mag dit niet vertellen aan jullie, maar ik heb het boek van Sinterklaas. Dat mag helemaal niet! Hallo! Hey, kijk dan, Piet, geen ruzie maken. Dat boek moet terug aan Sinterklaas, oké? Beloof het aan me. Ik geef het ook terug. Ik leg hem stiekem weer op zijn tafeltje neer en niemand kiest het. Luc? Ja? Lukt het met de steiger, denk je? Ja, het lukt wel. Oké, top. Lotte, niet zo in het water vallen. Het is daar heel erg koud. En het was een beetje glad. Ja, ik voelde ik het nu natte broek en zo. Eentje, Piet, denk je dat het zo goed is dat hij hier de stoomboot aan vast kan komen? Willen we hem zo groot maken dat hij de laatste pilaar komt? Ja,
dat komt wel goed. Ja, ik kijk gewoon, kijk, de snowboard is nu natuurlijk groter dan deze haven, denk ik. Nee. Maar dat er een bruggetje zo, of een laddertje, zo'n trappetje naar beneden komt. Ja, het komt goed. Leg het maar aan Luc uit, we hebben alle materialen verzameld en ik wil Luc niet in de weg zitten, want ik ben niet zo goed in bouwen. Wij gaan er weer vandoor, oké? Is goed, ja. Is goed. Doei, doei, Sinterklaas. Doei, doei. Doei. Oh, Lotte. Ja? Ik heb er zoveel zin in, ik ben helemaal enthousiast dat Sinterklaas komt. Oh, pakjesavond komt eraan, Dennis. Nog één liedje dan voor onderweg naar huis. Welke dan? Je verzint maar eentje. Hierin komt de stoomboot uit Spanje. Ik volg jou, Lotte. Weer aan. Hij brengt ons in Nicolaas. Oh, Lotte, ik zie hem al staan. Nou, Lotte, ik ga mijn bedje in, oké? Oké, doei, Dennis. Doei, Lotte. Zijn paardje en zo lekker in mijn huisje. Oh, die Lotte die is ook veel te vrolijk gewoon natuurlijk met Sinterklaas. Die heeft er helemaal zin in. Ik ga heerlijk liggen op mijn bedje. Ik kan ook niet wachten trouwens. En jullie waarschijnlijk ook niet. Laat het weten in de reactie. Slaap lekker! We zijn ze kwijt, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Laten we snel doorrennen. Ik heb jullie gezien. Schiet maar. Blijf liggen. Drink dit maar op. Waar ben ik?